Almachtig jongens, 40 jaar Radio Stad Den Haag, 4 decennia of nog dramatischer, bijna een halve eeuw. Het begin is voor mij als de dag van gisteren. De mooiste periode in ons leven, volledig onbezorgd, vol energie en behoorlijk rebels. Maar ook de tijd van fantastische muziekproducers, artiesten en de tijd van alleen maar lachen met de radiovrienden, waarvan er gelukkig veel voor het leven zijn gebleven. En gelukkig, dat waren we. 1982. De toekomst was nu en wij vonden dat heel normaal. De bijna ketterse verandering van muziek, het spannende uitgaan in de mar en het extreme plezier dat we samen beleefden als radiocrew. We zaten middenin die, noem het maar, vernieuwende beweging als een dagelijkse motor voor iedereen die dit ook zo beleefde en ondanks dat we de impact van ons station toen nog maar nauwelijks beseften. Er stond wat te gebeuren, zo voelde het. Even opfrissen, 40 jaar geleden was er geen mobiele telefoon, geen iPod of iPad, geen Netflix, clouds, laptops. We droegen Quicks of LA Gears en dagelijkse zaken waren vrij simpel. Geld haalde je bij de Giro, boodschappen bij de Kommer. Eneco, Essent en Vattenfall heette gewoon het GHB. En PTT Telecom was de PTT. Je weet wel, de moeder van alle kwaad, de radiocontroledienst. Het illegale element van het station gaf in die tijd toch al spannende tijd nog net dat beetje power meer. Het maakte ons een tikkeltje arrogant, want wij werden nooit gepakt en wij hadden overal verstand van. Maar het maakte ons vooral trots, want onze zender was de allerbeste en wij waren de zender. Nu, 40 jaar later, is dat, als ik zo naar jullie kijk en luister, nog steeds het geval. Trots is dus echt een goed woord, want dat ben ik op jullie. Het oude en huidige team van Radio Stad Den Haag, 40 maal bedankt voor de herinneringen die jullie levend houden aan, ik denk dat ik voor duizenden luisteraars spreek, de meest fantastische tijd van ons leven. Techniek Evert van Heupenscheuten, dit is Hans Buitelaar met Stad Den Haag Nieuws. Luisteraars, een bijzonder goedemiddag. De Turkse oud-premier Ecevit gelooft dat de democratie, die het generaalsbewind van Turkije met de nieuwe grondwet in 1984 wil invoeren, maar beperkt zal zijn. Zelfs het gereedschap en het materiaal voor de heropbouw van de democratie bestaan niet meer, aldus Ecevit. Maar ondanks alles ben ik niet pessimistisch. Ik heb vertrouwen in de behoefte van het Turkse volk aan democratie. De Turkse oud-premier zei een en ander in een vraaggesprek voor de NCRV-televisie. Ecevit kwam kort geleden uit de gevangenis. Hij was veroordeeld wegens openlijke kritiek op het militaire bewind van Turkije. Een Amerikaanse officier die in El Salvador dienst doet als militair adviseur voor de regeringstroepen, heeft opdracht gekregen naar Washington terug te gaan. De officier, een luitenant-kolonel, heeft tegen de instructies een automatisch geweer gedragen toen hij zijn werk deed. Voor de 50 Amerikaanse adviseurs zijn alleen handvuurwapens toegestaan. Een Amerikaanse verslaggever heeft de officier en een aantal andere Amerikaanse militairen gefilmd. Volleybal. In de strijd om de Europese beker voor landskampioenen heeft DVC uit Dokkum met 3-2 gewonnen van Levski Spartak. De Roemeense kampioen had ook zijn eerste wedstrijd verloren. Het Europese toernooi wordt gespeeld in Ravenna in Italië. In de finale ronde van het toernooi om de federatiebeker dat in West-Duitsland wordt gehouden, hebben de twee Nederlandse deelnemsters, te weten VCH en Orion, tegen elkaar gespeeld. Orion won met 3-2. Later verloor Orion met 3-0 van USC Münster en leed VCH een nederlaag tegen Ancona uit Italië, 3-2. Sinds vandaag kent Den Haag een nieuw lokaal radiostation. Het station Stadradio Den Haag opereert op niet-commerciële basis en wordt onderhouden door 10 medewerkers. Het richt haar uitzendingen op zowel de jeugd als op de oudere luisteraars. Stadradio Den Haag zendt uit op een frequentie van 97,2 MHz en dat is de frequentie waar u nu op afgestemd heeft. Wilt u reageren op de uitzendingen van Stad Den Haag? Schrijft u dan naar postbus 43-3x2 in Den Haag. Dan tot slot het weer. Vandaag periode met zon, middagtemperaturen ongeveer 9 graden en er is een kans op mist. Tot zover nieuws en weer. Na 58 minuten non-stop muziek hoort u ons nog een keer. Radio Stad neemt je mee naar de legendarische 97.2. Dit uur met Rob Reutel, Gwen de Bat, Herman van Velzen, Edward en Heijer. Radio Stad Den Haag.
Het begon allemaal in 1982. Sinds vandaag kent Den Haag een nieuw lokaal radiostation, Stadradio Den Haag. 40 jaar later spoelen we de banden nog één keer terug. Het Celebration Weekend van Radio Stad Den Haag. Zaterdag 17 en zondag 18 september vanaf 12 uur 's middags. Met de DJ's van toen, oude programmafragmenten, de jingles, de reclames en talloze anekdotes. Elke uur een andere DJ. Een heel weekend lang op Radio Stad Den Haag.
Zo mensen, de kop is eraf. Julius Brown en Party hoorde je als eerste in 40 Years Celebration Weekend van Radio Stad Den Haag. Het woord is aan onze huidige station manager na die prachtige toespraak van Rob Reutel zojuist. Ja. Fanny, goedemorgen. Goedemorgen heren. Ja, dankjewel Rob voor die prachtige woorden. Nou, zijn ze door jou geschreven ook? Ja, in een vraag van verstandsverbijstering, maar gedaan. We mogen wel zeggen dat Rob Velders, die was gisterochtend nog in Aruba. En speciaal voor dit weekend is die helemaal overgevlogen. Het kostte ons wat. Het waren de laatste centen uit de donatiepot. Dan heb je ook wat. En welkom allemaal. Welcome. I also say it in English, of course, because we have even a guest here in the studio from Scotland, PTB. You can hear his choice every Sunday evening and he will be here tomorrow as well. Yes, here he is. Ik zou maar zeggen drie generaties, zo noem ik het een beetje. Want Rob en Herman zijn deze ellende begonnen waar ik nu nog steeds met heel mijn wezen in zit. Toen kwam natuurlijk Eddie Miami. En die heeft het meer dan 20 jaar geleden op het internet gelanceerd. Ja, en zo. Hij is niet open. Herman, gooi hem even open. Samen met Edwin natuurlijk ook. Samen met Edwin Velders. Mogen absoluut. Niet vergeten, dus bleef in de familie. Nee, zeker. En en toen kwam er een periode dat het bij sommigen wat anders liep. En de keuze was of stoppen of doorgaan. En Edward zei nog, Gwen, het is zo vreselijk veel werk. Want die hele stream moet opnieuw. Dit, zus, zo, alle technische. Hij zegt, kijk maar even. Ik zeg, om een dode dood. Over my dead body. En ik zie wel hoe ik het ga doen. En kijk eens, we zijn weer verder. Diep respect. Ja, en we hebben er extra programma's bij. Op maandagavond de event, op dinsdag, op woensdag live. Op vrijdagavond extra programma's. En vooral Ewald Groen heeft mij natuurlijk in het begin echt fantastisch geholpen. Dus dat. En die heeft zich ook weer een beetje teruggetrokken. Want zoveel werk is het, dat mensen er toch een beetje moe van worden. Maar dan hebben we weer andere lieve mensen. Dimitri, Mauricio, allemaal mensen achter de schermen. Dus onwijs bedankt iedereen dat we er nog steeds zijn. En gelukkig zijn er kalmeringspilletjes. want die hebben we af en toe wel eens nodig. Werken ze ook dan. Dus ik zou zeggen, geniet van dit hele weekend. Herman heeft er helemaal suf gedigitaliseerd voor jullie. Ja. En vanavond als kers op de taart natuurlijk een gaaf feest. 6 man staan te draaien. En morgen zijn we er gewoon weer. Van 12 zullen wij eens even ritueel een bubbeltje openmaken? Ja, dat hoort bij dit. Ja. Kom op. Waar gaat hij hoor, mensen? De eerste in de boot gooien. Je kan het. Jongens, hallo. Wacht in de hand. Daar komt de mensen bij kijken. Ja, we praten hij was in de aanbieding. Is het alcoholvrij, Rob? Absoluut. 40 jaar, dames en heren, lieve luisteraars. Zeker weten. Nou, vriend, laten we maar gelijk gaan beginnen. Vind je niet? Started in 1982. And for the last 40 years, we've never stopped. Never stopped. Never stopped. Radio Stad Den Haag. Numero uno. Your number one 80s station.
op Radio Stad Den Haag. Ja, je kan een trui breien in dat instrumentale middenpartje van Harlow. Volgens mij kan je hem nog verkopen ook in de tussentijd. Die zegt dat kan niet anders. Harlow hoorde je als eerste plaat. Heerlijk, heerlijk nummer. Take off. En vrienden, wat gaan we allemaal doen dit weekend? Want we hebben zo'n ontzettend druk schema. We gaan het hebben over de zenders. We gaan het hebben over de studio's. Over de bandenlopers. De reclameverkopers. Alles komt dit weekend voorbij bij Radio Stad Den Haag. En ze komen in eigen persoon ook voorbij, heb ik gelezen. Ik heb het begrepen, mensen. En 40 jaar geleden hadden we geen beelden erbij, dus schrik niet. Nou. Het kan allemaal een beetje tegenvallen, maar als je daar hoge verwachtingen van hebt. Ja, maar je klonk zo leuk vroeger. Ja, dat. Nou zien we je hoofd erbij. Je hebt echt een radiohoofd. Ja. Nou, dat had ik, dat probleem had ik al, want ik begon natuurlijk ook als... kleine luisteraar, want de enige die ik kende, dat was natuurlijk Baasbank. Aha. Ja. Ja. En dus dan was ik aan het luisteren en dan zag ik niet snel daarna overigens, want zo snel kwam ik al in die hut op het Hoppemaplein natuurlijk. Aha. En dacht ik, Even voor het beeld, mensen. Ik denk dat ik ook in 1982 de oudste was. Ik ben uit 1950, dus toen was ik 23. Hoe oud was jij hierop in 1982? Ja, toen was ik een dikke 22 jaar. 22 jaar. En Gwen, die komt daarna, die was in... Ja, je weet toch dat ik niet kan tellen. Nou, iets jonger. 16. Ja. 16 was je. Ja, je was 15. Uit 66, dus misschien net 15. Ja. En ik zat op de lagere school. Precies, die was 12, 10 jaar. In 1972. Nou, ongelooflijk. Ja, wel erg. En hoe oud was jij in 1982? Laat de vraag weten, ja. Vragen we dan natuurlijk aan jullie. Ja. Ed, we draaien natuurlijk ook een nodig hier bij Radio Stad Den Haag van vinyl. Ja. Je hebt wat lekkers meegebracht, hè? Ik ging even wild door de kast heen en toen kwam ik dit tegen. Ja, het is toch een beetje... Ook wat Stad was. Ja. Die rare muziek altijd. Nou. He, want ik was 10 in 1982 en toen luisterde ik meer naar de top 40. En af en toe ging ik een beetje piraatjes luisteren. En dan hoorde ik bij Stad altijd van die vreemde muziek. Ja, was net, ik in het begin wat nog anders. Niet, ja, was ik in het begin nog niet helemaal enthousiast over. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch ook de smaak te pakken. Ja. En je had nooit kunnen bevroeden dat ze zoveel jaren later... je ook nog eens keer een extra act samen met Michiel zou doen. Inderdaad. Die er een beetje op leek. Ja, Queen Mitchie, die is inmiddels een beetje sleets geworden, die act. Ja. Inderdaad, hij heeft wel de landelijke tv gehaald, hè? Nou, zeker. Het was even kiezen tussen Opsporing Verzocht en Holland's Got Talent. Drie kruisen, hè, had hij toch? Ja, drie kruisen. Hey, en vanmiddag, Edward, jij hebt een hele nieuwe Haagse flitsende 50 gemaakt. De 40ste jaargang, ja. Ja, nummer 1. En ik vind hem echt fantastisch. Vanmiddag hoor je hem weer terug op je radio. De enige echte Ron McDonald's. En dan met Koen Bom, oftewel Peter van Leeuwen. Dus dat is leuk. Ja. En nog veel meer natuurlijk na ons uurtje. Dat weet jij wel uit je hoofd, hè, Herman? Lex en Marcello. Ja, oh ja. Edward Nijdam. Dusko met Michiel. De enige echte, jawel. Dus reden genoeg om te blijven plakken de komende uren. You were mad.
take a giant step for you and all mankind. Then don't come back. I always gave you so much more than you deserved. No, don't come back. 'Cause no one makes a fool of me. You've got a nerve to walk away. Mark the words I'm gonna say. Mister, you just made a big mistake. You think you're a man, but you're only a boy. You think you're a man, you are only a toy. You think you're a man, but you just couldn't see. You weren't man enough to satisfy. Dus hier een ex-kwartetschijf geweest. Ja, en niet zonder reden, want ik vind het nog steeds echt een hele goede plaat. Het is een kanjer nog steeds. Man, ja, precies. De man is veel te jong overleden eigenlijk, hè, kunnen we constateren. Ja, we gaan er nog wel een paar tegenkomen waarschijnlijk dit weekend die gedraaid gaan worden die niet meer bij ons zijn. Nee, dat kan je wel zeggen. Ja. Want we doen vandaag natuurlijk weer net alsof we 20 zijn. Hè? Nou, dat doe ik de hele dag. Week in, week uit. Jij bent daar bedreven in, hè, nog steeds. Om te doen ja, je moet vooral veel huppelen in het leven. En het allemaal niet zo zwaar nemen. Ah. Zij. Allerbeste, dat is het allerbeste natuurlijk. Ja. Vrienden, ook terug in de tijd vandaag. Hè? Radio Stad Den Haag. Back in time. Want ja, we waren tenslotte de inspiratiebron van een hele generatie. En bij Radio Stad Den Haag zaten de beste stemmen, hè, natuurlijk. Sowieso, ja. Absoluut, man. Ja. Ik bedoel, onszelf niet meegerekend. Maar we hadden de beste DJ's die erbij zaten. Ja. En ik zie jou kijken van wat ondeugend. Ja. Nou ja, ik ben altijd meer van de bescheidenheid. Ja, maar als jij dit 40 jaar na dato beweert, vind ik dat ook. Ja, goed. Ik denk dat ik dan eigenlijk in dit geval eventjes spreek over de man met de allerbeste stem die wij ooit in ons midden gehad hebben. En dat is natuurlijk Ger de Goede. Ja, man. En die kan er vandaag niet bij zijn. Nou. En ik heb geen. Weet je wel, hè? Hij zit hier, hè? Hij is er. Hij sowieso zit in ons hart. Maar. Ja. Ik vind toch ook dat we zijn stem regelmatig even terug moeten laten keren vandaag. Zeg, heerlijk. En er zijn dus een aantal highlights in de programma's. Ger kondigt een plaat aan. Nou, mooier kan je het niet krijgen, hè? Kom maar door dan. In dit geval terug naar 1984, vrienden. Computer set for time travel. 1984. Dan sta je er goed op, natuurlijk. Welkom, vrienden. We gaan eens even kijken hoe snel de benen nog willen na het weekend. Want het weekend zit er al bijna weer op. We moeten dadelijk weer naar de baas toe morgen zo. Vervelend. Nu nog even uitleven dus met goede muziek op de 97.2. Wat dacht je van deze van een jaar of drie geleden? Hier is muziek. Music.
zich helemaal geen kwaad om de heupen een beetje los te houden. Nou, natuurlijk op onze leeftijd. Ja, keep on jumping. Ochtendgymnastiek. En je hoorde natuurlijk Christine Wilcher. Aha. En we zijn hartstikke trots dat zij... Nou, wat is het? Alweer een jaar of anderhalf, twee geleden... hier in de studio is geweest. Nou, toch benen, hè? Want ze woont tegenwoordig... ja, want er zit een knijper in mijn hoofd. Want daar blijft hij op steken, Giel. Maar ze woont tegenwoordig in Amsterdam. Oké. Okay. Dus vandaar dat zij hier is geweest. Nou ja, vandaar. Dat had Jos de Vijter, geloof ik, geregeld. Ik weet niet meer wie dat was. Maar was het wel de echte Christine Wilcher? Hartstikke. Want heeft ze live gezongen? Dat daarna nooit. Ja, en ze heeft nog meegezongen ook op deze nummers. Heel gaaf. Ondertussen krijgen we heel veel felicitaties binnen. Ook via de app van de huidige crew. Die er nog niet is. Maar die komen wel. Marcello, Alex Evans. Zeker die is op vakantie. You name it. Dus onwijs leuk. En dankjewel. Dankjewel Mark Lobenstein. Die heeft natuurlijk ook jarenlang hier op dinsdagavond een programma gemaakt. Of de woensdag. Ik ben ook een beetje in de war. Want we hebben een programmering, mensen. Zometeen om 1 uur hoor je Michiel van der Brugge. Nou ja, die hoor je natuurlijk wel vaker. Maar je hoort hem weer eens een keer ouderwets. Oh, hoe is dat anders? Dat is anders, hè? Oh. Ja, met Lex van der Broek erbij. En, ja, precies. En ik had eigenlijk vermoeden dat hij een goatee zou hebben en een kale kop. Maar dat schijnt een feestfoto te zijn. Ja, super jammer. Ja, maar het stond hem wel heel goed. Het stond hem wel goed. Beter. Nou, daarna overigens, na Dusko hoor je ook Eventi Datsuro op Radio Stad Den Haag. Natuurlijk weer Michiel. Maar weer Michiel. Daarna de Fritsen de Vijfkamp met weer Michiel. Ja, en maandag hoor je ook weer Michiel. En morgenavond ook. En vanavond ook, trouwens. Lekkere muziek. In Sir Winston. Patrick Cowley, Manergy.
kan ervan vinden wat je ervan wil vinden natuurlijk. Deze versie samen met Sylvester erbij. Ik vond het een hitrecord hoor. Dat hoort absoluut bij Radio Stad Den Haag. Net zo goed overigens als de reclames van Radio Stad, hè? Ja, zeker. Voor Den Haag Stad Radio. 40 jaar, jouw Radio Stad Den Haag. 972. Want we hadden het zojuist achter de schuif er al over. Radio Stad Den Haag. We begonnen bij Radio City al met reclames. En in het begin van Radio Stad hadden we nog de indruk dat we, als we non-commercieel zouden zijn, dat we wat minder uit de lucht gehaald zouden worden. Juist, ja, correct. Juist, want Radio City werd op het laatst zo vaak uit de lucht gehaald door de RCD dat we een beetje low profile probeerden te houden. Ja, later bleek gewoon dat toen die dienst wat actiever werd. En hun basis was volgens mij rond de Haaglanden in die periode. Precies, precies. Maar goed, uiteindelijk heeft het toch een tijdje geduurd voordat we voor het eerst uit de lucht gehaald worden. Zeker. De reclames die je zo meteen gaat horen zijn eigenlijk nog net van voor Radio Stad Den Haag. En waarom? Ja, waarom? Waarom eigenlijk? Omdat deze man natuurlijk vandaag in de studio is. Ja? En ik wil hem daar rechtstreeks even mee confronteren. Als eerste hoor je zo meteen namelijk Rob Reutel in astrologisch bureau Cabaret. Ja, die is echt waanzinnig. Dat was een beetje een loesje handel, denk ik destijds. Maar goed, maakt niet uit. Daarna een samenwerking tussen Rob en Ger van der Brink. Ja. Nou ja, daar horen we die horen we graag vandaag. Ristorante Napoli. En ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat Ger de pizza's niet helemaal correct kon uitspreken. Dus Rob komt er de hele tijd tussendoor. Met de pizza's af, wat hoor ik van Nou, ik ben benieuwd. Zoiets is het. Daarna een reclame waar ik zelf bij was. Een bijzondere reclame in die zin. Want je hoort, het is doe-het-zelf-shop Marcel. En je hoort op dat moment, hoor je Rob, hoor je dus zagen langs de bureau. Kan je dat nog herinneren, Rob? Want we hadden zaaggeluiden nodig. En toen zat er zo'n veertje bij die bureaulamp en heb je daar gedaan. En nou ja, uiteindelijk Alle effecten waren gewoon live voorhanden. Precies, dat moet zo. Tegenwoordig heb je daar een muziek- en effectenlibrary voor nodig, maar dat is niet nodig. Nee. Nou, daarna, Rob, daar ben je weer. Cherry's Place, frituurtjes tot in de kleine uurtjes. Wie heeft er niet gegeten nadat hij uit de marathon kwam? Broodje warm vlees op natuurlijk. Sarma burger. Precies, daar hebben we onze eerste kilo's. Nee, dat denk ik bij Irma Ladouche, hoor. Een broodje warm vlees, Irma Ladouche. Maar dat was weer een andere tijd, want jij was 16, weet je nog? Oh ja, toen had ik nog geen warm vlees. Jij mocht ineens naar binnen bij Cherry's Place. Hallo. En als allerlaatste in dit blokje van vijf reclames hoor je. Dat was een beetje handel destijds, hè? Dat waren die tapies. Haal de flitsende 50 in huis. Ja, man. En in dit geval is het dus door jou ingesproken, haal de flitsende 100 in huis. Zo. Dus vrienden, ga ervan genieten. Hier zijn de reclames op Radio Stad Den Haag. Dit had u kunnen weten. Met een persoonlijke horoscoop. Het astrologisch-kabbalistisch adviesbureau Cabaret voorkomt het ongewenste onverwachte. Een horoscoop getrokken op wetenschappelijke basis geeft u een duidelijker beeld van de toekomst. Informeert u eens bij het astrologisch-kabbalistisch adviesbureau Cabaret naar de mogelijkheden. Dus als u dit wilt voorkomen, Renmanstraat 99, telefoon 50 32 92 te Scheveningen. Italië, daar ga je naartoe voor de muziek en voor de originele pizza's. Voor een echte Napolitaanse pizza hoeft u niet naar Italië, want Napoli is dichterbij dan u denkt. Annastraat 12, gelegen achter de drie hoekjes in het hartje van Den Haag. Daar vind je het gezellige Ristorante Pizzeria Napoli, waar u beslist eens de specialiteit moet proberen. De pizza Salvatore Picante. Of een van de vele andere Italiaanse gerechten. De Coppa Napoli Speciale. Zorg voor een waardige afsluiting. Wij wensen u smakelijk eten bij Salvatore en Coco in Ristorante Pizzeria Napoli. Een stukje Italië in eigen land. Oh.
handig en verstandig, die doe-het-zelfers. Het bespaart een hoop geld en je hebt eer van je werk. Wat een mooie kast! Ja, zelf gefabriceerd met materiaal van doe-het-zelf-shop Marcel. En geen centje pijn hoor, want alles wordt gratis en nauwkeurig op maat gezaagd. Gratis is ook de bezorging aan huis. Doe-het-zelf-shop Marcel, met 20 jaar vakervaring. Je vindt er vele houtsoorten, ijzerwaren, plaatmaterialen, panelen, deuren, maar ook een leuk assortiment linnenkasten en kant-en-klare eiken- en grenen meubelen. Doe-het-zelf-shop Marcel, van Mussenbroekstraat 166 tot 168, Den Haag. Telefoon 98 12 46. Wees handig en verstandig. Doe het zelf met Marcel. Cherry's Place, Hengelolaan, Hoek, Dedemsvaartweg. Kom ook eens langs en kies iets erg lekkers uit Cherry's uitgebreide assortiment snacks. Cherry's Place is geopend door de week van 12 uur 's middags tot 1:30 's nachts. En in de weekends van 12 uur 's middags totdat de laatste klant zijn buikje vol heeft. Dat was lekker. Cherry's Place, frituurtjes tot in de kleine uurtjes. Haal de hele Haagse flitsende honderd in huis. Bel nu met 466-570. De Haagse flitsende 100 van 1985 op 1, 2, 3, 4, 5, 6 TDK-96 cassettes. Bel nu met 466-570. Haal de hele Haagse flitsende honderd in huis. Bel nu met 466-570. Het zijn de beste. Stad Radio Den Haag. It all started in 1982. And for the last 40 years, we've never stopped. Never stopped. Never stopped. Radio Stad Den Haag. Numero uno. Your number one 80s station. Baby, give me loving. Leaves me needing nothing. Nothing left to me. Dying of the
weer een beetje werk uit de Radio City-periode nog. Ja, de laatste fase Radio City, denk ik. Maar is dit een fantastisch nummer of wat? Waanzinnig om nog een keer te horen. En dan wordt buiten het feit dat we nog steeds die lekkere oude knijters draaien bij Radio Stad Den Haag, wordt er ook volledig nieuwe muziek geproduceerd. Ja, ja. En mensen, dit is echt de cliffhanger voor zometeen. Want straks na de volgende plaat krijg je namelijk de allernieuwste van Paul Parker. Ja. En een sneak preview. En volgens mij heeft hij zijn snor er inmiddels afgestrooid. Nee, hoor. Dat groeit aan alle kanten haar uit bij die man. Nee, want ik ben van plan om Paul Parker naar Nederland te halen volgend jaar. En vraag me niet hoe, maar ik heb alle ingangen via Edward. Is die nog fris? En die snor die moet erop. Nou, hij is nu in de 70. Ja. Dus ik wil hem heel rap hier naartoe halen. Dat moet weg zijn verhoogde bus, want anders wordt het een lastig verhaal, denk ik. Ja, en helemaal vanuit de Steesman. Nou, dat wordt met een aanhanger achter dat vliegtuig. Ik ben benieuwd, Eddie. Spannend. Ja. Nou, we gaan het zo meteen horen natuurlijk hier op Radio Stad Den Haag. Blijf erbij, want we gaan het hele weekend door. Het is echt ongelooflijk. We hebben alles uit de kast gehaald. Vanavond wordt er zelfs live uitgezonden vanuit Sir Winston Casino. Hè? Ja, en we zijn nu, heb ik net gehoord, ook on the air, in de ether. 97.2, ja. Leuk, hè? Blijf erbij. Is dat niet illegaal? Illegaal? Nee. Illegaal? We zijn tegenwoordig illegaal, legaal en digitaal. Hier zo. Dus drie keer zijn brutaal. Pop zo. Zeker weten, dat was punt. Lekker staand einde. Ja, daar houden we van. Dus happy station. Ja. Jouw Radio Stad Den Haag is 8 minuten voor 1 uur. Ja. En we hebben iets speciaals. Ik heb het zojuist al aangekondigd. Heel bijzonder. Ja, nou, het is zo dat dit jaar ook Eventi, dat Suro Records 15 jaar bestaat. En daar ben ik een van de mede-eigenaren van. Samen met Lex ook en Marcello. En wij brengen muziek uit. En die maken we met over het algemeen de oude artiesten. Dus toen Radio Stad begon, toen was Paul Parker in zijn heydays om muziek te maken. En ik heb de eer om met hem ook weer nieuwe platen te maken. En dit is er eentje van. Die gaat over een paar maanden uitkomen. Dus het is echt een sneak preview voor het eerst in de wereld te horen. Paul Parker en Rock That Boogie.
Dat was die, de allernieuwste van Paul Parker met ja. Geweldig. Waanzinnig. Heerlijk, heerlijk om te horen hier. En vrienden, het is 40 jaar geleden dat Radio Stad Den Haag begon. En Gwenny die wil nog eventjes wat tegen onze buitenlandse luisteraars. Nou ja, weet je, je weet hoe ik ben. Hè. Ik ben voor de luisteraars, zonder de luisteraars. Ja, is het toch echt een stuk minder leuk. Tenminste, dat vind ik, want het gaat om de feedback. Dus, ladies and gentlemen, if you just tuned in, it will be mostly in Dutch today and tomorrow. But full programming and from the DJs from the past with their programming. And I hope the music will speak for itself. En voor de Nederlandse mensen, ja, weet je, geniet van dit hele weekend. Ga lekker in de chat zitten vanavond als alles techniek meewerkt. Kun je ook meeluisteren als je niet in Rijswijk erbij bent. En dankjewel voor alles. En lekker luisteren. En mij hoor je morgenavond wel weer. En dan zie je vanavond. Radio Stad Den Haag. Back in time. Ja, we ontkomen er niet aan. We gaan regelmatig terug in de tijd hier op Radio Stad Den Haag. En zometeen presenteren we Lex van der Broek samen met Michiel van der Brugge. Mensen, wat een samenwerking was dat destijds. Ja. En dat begon in Dusko. Kan je er iets meer over vertellen, Lexie? Lex moet nog even de juiste microfoon vinden. Even op de juiste hoogte, zo, daar zijn we. Ja, jij had een gedwongen huwelijk met Michiel van der Brugge. Ja, dat werd volgens mij op zaterdagochtend opgenomen of op vrijdagavond. Dat weet ik niet meer helemaal, maar dat vertelt Michiel zometeen wel. En dan draaiden wij wat nieuwe muziek. Hij werkte toen in een platenzaak in Edison in Leidse Hagen. Dus Michiel kon nog wel eens wat plaatjes meejatten. En die zette hij dan gewoon weer terug, maar die mocht hij eigenlijk lenen. Mm-hmm. En zodoende konden ook mensen wat bandjes insturen. En dan draaiden we nieuwe dingen. En onder andere Ramon Roelofs. Ja, dat is een iconisch stukje inderdaad van jou samen met Ramon. Of althans, dat jullie dat bandje presenteren. Ah, okay. Dat gaan we later vandaag even draaien. Zometeen hoor je als eerste dus ook een andere samenwerking. Michiel samen met Marcello. Dat is het volgende uur zover. Dat stukje had ik uitgezocht. We gaan er naar luisteren en zo met u natuurlijk na. Is Marcello erop? Nee, eerst Lex dus. Oh, eerst Lex. Okay. En daarna Marcello. Dus komt allemaal prima in orde hier bij jou dus vandaag. De samenwerking tussen Michiel en Marcello. We hebben een leuk stukje gevonden. Je hoort Dagama en Sexual Fever. Computer set for time travel. 1986. Knal, kletter. Daar viel mama. Ineens naar beneden. Maltese was dit op Power Records. En je hoorde het er net al. Van Gogh en Valkus. Dat zijn dus inderdaad ook van hier naar Cleveland. Cleveland. Ja, dan weet je waarom ze de naam veranderd hebben misschien. Ja, misschien wel. Van Gogh is makkelijker. Dat is Valkus. Valkus. Misschien er even. Valkus. Het is een beetje flauw, maar goed, we weten het nou tenminste. We worden flauw, inderdaad. Mama. Op 3 zat de plaat. Kort voor 5 is dat voor de 5e week geroteerd. En de volgende, dat zijn weer die twee dames Fun. Ciao tutti. Je kent het wel. En die zat op 2, komt helaas van 1. Dus dat een nieuwe nummer 1. En die zat voor de 6e week genoteerd. Fun en de Baila Bolero. Een ex-nummer 1. En die komen... In de bloedig in. In Rotterdam. In Rotterdam, aankomende donderdag. Dus wie dat nog niet gezien heeft, want ze toeren nu al een tijdje in Nederland rond natuurlijk. Nodig ik hierbij uit om ook naar de Bloedig In te komen. Want bij Leven en Welzijn gaat het dus aanstaande donderdag gebeuren. En laten we hopen dat ze er wat gaafs van maken. Want Rotterdam is nou eenmaal niet zo'n Italo-stad. Nee. Maar dat er mensen zijn die ervan genieten, dat is een ding wat zeker is. Maar hoe meer... Vreugde, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Juist, als we het zo zeggen. Elke Italiaanse injectie is goed. Laat staan maar dat Teffy op top op is geweest, hè? Teffy top op? Ja, ja. Ah, wat heeft die Bas Westhuis? Nou ja, goed. Teffy dus. Nou, fun in de bloeding in. Dus aanstaande donderdag. En morgenmiddag moet ik meedoen aan een dishockeywedstrijd in Locomotion. Dat wil ik even vertellen. Dus mocht je mij een beetje aan willen moedigen en mij daarbij eens willen steunen, dan kan dat. Morgenmiddag vanaf 3 uur is dat dan in Locomotion. Je weet het al, die discotheek. Eventi, Tatsuro, numero uno.
Amici di Radio Stad Den Haag, ciao da De Gama, e spero di essere il più presto possibile tra di voi. Sexual Fever, ascoltatelo, richiedetelo in radio, e grazie anche a Vinti d'Azzurro. Ciao da De Gama. Een sexual fever. Zo. En als je dan zeg maar die oude bandjes aan het digitaliseren bent, want ik heb ook van Marcello divers materiaal gekregen. Onder andere dus de aankondiging van Da Gama, dat die radiostad Den Haag ook noemt. En inmiddels is de man overleden, dus het is een bandje waar ik zeer voorzichtig mee moet doen. Van is dat zo'n illegaal flitsende 50 bandje? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Het zag er een beetje loose uit. Of was het een illegaal eventiebandje? Want die werden op een gegeven moment ook verkocht, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, die waren herkenbaar aan de lagere TDK-kwaliteit. Oké, okay, ja. De een was chroom en de ander weet ik veel. Italiaanse kwaliteit. Precies. Was dat. Zometeen dus Michiel van der Brug. Ik zei het zojuist al. Maar wij zijn met z'n allen dit weekend ook regelmatig te beluisteren. Nou ja. Toch? Nou, gezien de drukke programmering. Maar dat geeft ook helemaal niet. Want daar gaat het ook om. Dat iedereen weer aan bod komt. Zeker. Edward, ben jij er morgenavond misschien? Of morgen overdag nog een beetje bij hier? Ik dartel hier en daar. Ja, want het lijkt me wel leuk. Want je bent ook niet zo heel lang aan bod nu. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Menno. Ja. Weet je wel, laten we Menno niet uitvlakken. Ben wel niemand en die komt er ook hoor. Nee, die. En wat zo ontzettend leuk is, we welcome Maxi Mixalot, and that is the other Italo station, and we know them already by now. Jeffrey and Suna are here, and where is the other one? Well, and we also expect Kersey and Pink Dude. They want to visit. We have Paul Thompson Bernard here in the studio. They all came especially
for the 40th birthday of Radio Stad Den Haag. Thank you so much for doing so. Dus, nou, dat wilde ik even kwijt. Nou, dan wil ik maar één ding nog kwijt. Het is tijd voor Michiel van der Brugge! Oh. Radio Stad neemt je mee naar de legendarische 97-2. Dit uur met Michiel van der Brugge, Lex van der Broek. Wij doen alles voor de liefde, hè, Lex van Koenverde. Ja, goedemiddag allemaal. Hallo. Hè? En welkom. Ja. Hier zijn we, 40 jaar na dato, met iets minder of iets ander haar. Nou, ik heb, als ik eerlijk ben, Lex, ik heb laatst een foto van jouw lieve vriendin binnen gehad via WhatsApp. Ja, dat was en die foto was zo waanzinnig. Daar was jij echt helemaal kaal. En dan had je een talking vagina, om even op het Engels te zeggen. Ofwel een pratende kut, zoals je het ook mag noemen. Oké. Okay. En dat had jij dan ineens op dat moment. Ja, maar ik vond het jou heel goed staan, man. Met een app was dat gemaakt, maar in de tijd dat wij Dusko deden, had ik zo lang haar en een permanentje.
Ah. Dat leek een beetje op Danny Christian toen in die tijd. Dat weten we nog wel, toch? Kan nog Roze Moeder draaien of zo. Hè? Een beetje zoals Jerry, maar dan Jerry heeft iets korter. Dan, Op die manier, ja, ja. Nou, ondertussen hebben we ook lekker geschakeld. Welkom hier bij 40 jaar Radio Stad Den Haag. Ik ga samen met Lex van Koen verder. Gaan we een lekkere show maken. We gaan wat dingetjes eruit halen van het verleden. Dat gaan we gewoon jou een beetje zo lekker vertellen. Vind je niet? Ja, dat gebeurt allemaal vanzelf. De stik doet het helaas niet voor mij, maar jij hebt zat. Genoeg opgezocht. We gaan eens even naar, want we begonnen al hier deze uitzending met een beetje drank. Jij hebt het nog niet gehad, wat Prosecco meegenomen. Mm-hmm. Maar ik dacht, laten we eens een plaat draaien wat ook over alcohol gaat. Oké. Okay. Het is in de tijd van Tanja, die ook Freedom toen uitbracht. Ja, die ken ik nog wel. Die ken je nog wel. Nou, in die periode is het. Kan je een beetje raden? Tanja Freedom, die ging zo... Ja, maar goed, er is toen een plaat uitgekomen. Dat ging omtrent alcohol. Nee, ik heb geen idee. En we hebben er nog 2 flessen van op de kast staan. Whisky waarschijnlijk. Nee, geen whisky. Nee. Luister er maar naar. Dit is 40 jaar Radio Stad Den Haag. And for the last 40 years, we've never stopped. Never stopped. Tequila. Uiteraard wel, hè? Bo Bos. Met? Tequila. Tequila, ja.
Ja, lekker is dat. Ik vind het, vind je het een lekker drankje trouwens? Ik heb een tijd gehad, toen ging ik met Herman naar Benenum op vakantie. Toen nam ik altijd tequila cola. Dat schijnt helemaal niet te passen, maar dat dronken wij toen wel. Tequila weet Herman cola. Maar hij hoort het nu niet, want hij is in gesprek met Ron S. Ron S. We hebben ook nog Robin S. Hebben die ook? Ja, die hebben we ook. Maar dat is Ron S. Ron S is dit. Ron, wat doet Ron S eigenlijk? Maar die is gewoon een gezellig hier. Zometeen nog Marcello natuurlijk. Straks mag ik ook weer met hem een uurtje gaan presenteren. En ik zal me zoveel mogelijk op de achtergrond houden. Want ja, ik heb een overkill op deze radiozender, zoals je weet. Hè. Het is jouw studio ook op dit moment, hè? Dus, ja, goed. Ik probeer heb je al snel een overkill? Ik ben het daar niet altijd even mee eens met altijd dat overkill gedoe. Ik denk, iedere dag heb je altijd wel dezelfde DJ op dezelfde tijdstip op een bepaalde zender. Dus waarom zou dat ook niet een overkill kunnen zijn? Ik weet het niet. Over radio kun je altijd gaan praten. Maar de radio is wel veranderd. Vind je dat zelf ook niet? Ik vind er geen reet aan de normale radio. Ik luister altijd naar Stad. En dat is niet om te stijmen of naar City. Stad dat zijn gewoon de twee beste seizoens. Ja, maar Stad heeft natuurlijk, of City heeft natuurlijk geen gepresenteerde programma's. Nee, dat komt misschien nog wel een keer. Oh, ja, denk moeten een paar mensen even lief aankijken vandaag. En dan live, Rob Reutel. Wekelijks, hè? Wekelijks. Ja. Wekelijks. Nou, kun je erop rekenen? Laat het maar even non-stop als document. Hé, hey, we gaan lekkere muziek draaien ook voor je. Dat deden we in Dusko natuurlijk ook altijd. We komen zo meteen op wat met anekdotes. Heb je nog een anekdote eventueel wat je toevallig naar binnen geschoten is? Heb ik nog een anekdote? Nou, ik weet alleen dat jij bij Edison werkt en dat jij daar een beetje Italo hebt geïntroduceerd toen in Leidse Hagen was het? Dat was eigenlijk zo. Dat heette eerst namelijk Capi Lux. Capi Lux heette dat. En dan nam je op vrijdag de nieuwe import mee. Ja. Die je dan volgens mij via OP 100 kreeg. En die werden dan... Nee, je deed het zelf. Ik was toen een beetje ondernemend. We hadden van Leestadje ook een Leidzage. En die kocht altijd Alan Parsons Project, Supertramp. Dat kochten ze allemaal in. En dat dacht Capi Lux toen. Hè, dat werd toen Edison. Meneer E. van Boekel is daar de eigenaar toen van geweest. Okay. En die kent Velders ook al, denk ik, van Boekel. Nee, geen Boekeltjes, niks. Dat is jammer. Maar in ieder geval... En ik ging daar die plaatafdeling doen. Ja, en toen zei Guus, die er werkte... Hij zegt, je moet gewoon lekker Alan Parsons Project inkomen. Supertrap. Ik zeg, aan de overkant zit Van Leest. Ik zeg, Van Leest trekt het meest. Dat was een motto. En die hadden dus eigenlijk die macht daar in handen... van die nieuwe platen in de popcircuit wat uitkwam. Ja. Dus ik denk, ik ga naar Van Katwijk. Van de Bossen Nieuwkoop. Van Boni. En dan ging ik naartoe. En dan ging die bakker ging dan door zitten snuffelen. En dan ging ik kijken wat ik allemaal in kon kopen. En ik kocht dan al die plaatjes in. En die was ik zaterdags meestal altijd kwijt. Want daar is ook Peet Nederpelt, kwam er toen ook langs. Want ja, je had LP te bonden, je had Rhythm Import. En je had voor de rest voor de Leidschendammers. En voor degene die in de omgeving van Leidschendam woonde. Had je weinig. Ah, maar ik heb na de volgende plaat nog wel een leuke anekdote erover. Over Van Bossen Nieuwkoop. Ik wil het ook nu vertellen. Wij gingen er altijd op zaterdagochtend voor Stad platen kopen. Dan mochten we voor inkoop kopen. En dan moesten we ze cash betalen. En dan kregen we 50% korting op de BTW. Dus in plaats van 19% betaalden we dan 9 of 10% BTW. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar we kregen wel de platen. Doen ze tegenwoordig ook nog steeds. Ja, dat doen ze wel. Maar er komt natuurlijk niks van. Maar wij mochten wel gewoon daar platen in kopen. Nou, dit was weer een leuke anekdote. Je hoort meer in Dusko hier. We gaan eens even naar iets anders. Lex naar Bobos Tequila. Begonnen met Albert One met For Your Love. Je kent nog Brass Construction? Ja, Walking the Line. Goeie plaat. Goeie plaat. Als je nou bewust of onbewust naar je radio luistert... met Stad Den Haag hou je contact. Elke dag. Dus zet je radio gewoon op Stad. Want van de allerbeste is er gelukkig maar één. Love into where
what I'm asking for. Susie, she got what it takes, just can't resist. Je handen klappen en dan mixen, omgekeerd doen. Oh ja. Weet je nog? Ik weet waar je naartoe wilt. Ja, naar Cartouche. Ja, naar Cartouche in Utrecht. Daar gingen we toen een keertje heen, hè? Dat weet je nog wel, hè? Ik was niet goed in beeld. Bekijk de wereld vanuit Edward den Heijer. Ik weet niet of het een pre is dat ik nu in beeld ben, maar nou, ik doe het even twee plaatsen en dan ga ik weer omlaag, hoor. Oh ja? Ik ben nog steeds een gekkers vroeger, dat zie je. Ja, dat maakt het wel uit. Maar, ja, maar waarom moest je dan op een stoofje gaan staan of op een stoel waar je nu staat? Ik kwam volgens Dimitri niet goed in beeld. Ik zeg, ja, dan geef me een bierkrat. Dus, een bierkrat? En hij doet de cameratechniek vandaag. Dus, ja, je moet toch wat? Oh, ja. Ja. Ben niet zo groot geschapen, dus ja. Nee? Oh, dat wist ik niet. Je mag, erover, erover praten, dat kan hoor. Nou, het gaat, ik had het over mijn benen, hè. Mijn over benen je zijn niet benen. Zo groot. Oh, okay. Nee, nee, niet wat jij denkt natuurlijk, want jij denkt natuurlijk allemaal. Het gaat er net als vroeger met Dusko, het is heel gezellig. Ja, en, het wordt steeds gezelliger. Heb je nog leuke muziek of iets leuks? Iets leuke muziek weer? Ja, een beetje. Jij was altijd een beetje van de. Ja, hoe moet je dat noemen? De kontenbonkertjes. Nou, dan doen we lekker. Dan doen we een lekkere KTB'er. Doen we dan. Een KTB'er. Hoe vertaal je dat? Een kontenbonker. Ja, oké. Okay. Voor die bonk. Hoor hem. Nou, hè. Daar komt hij hoor. Ja, hoor. Hier is die lekker, hè? We hebben sinds ja, daar komt hij. Maar dit draaide. Dit draaide natuurlijk in Dusko regelmatig niet, hè? Jazeker. Ja, dat is allemaal megatoon. Het was met Beers en Savroela deden we dat ook. Die waren ook regelmatig in de studio aanwezig op het hert. 156 in Leidschendam. Dan noemen we dat adres nog maar even. Dat was bij je ouders thuis, was dat ja, boven? Ja, dat was bij mijn ouders thuis. Gezellig hoor. Die waren ook heel blij mee dat de enige zoon dit allemaal deed. Want jij bent ook enig kind, hè? Ik was ook enig kind. Ja, ik had ook wel eens feestjes bij mij thuis. Ja? Nou, jouw moeder was makkelijk, hè? Dat was wel zo. Ja, alleen de buurman vond het niet zo leuk toen iedereen de boel onder aan het kotsen was van Radio Stad. Maar ja, oké. Okay. En die hond met die blauwe tong, die was ook heerlijk. Was jouw vriend, hè? Ja, was mijn vriend. Als je op de galerij aankwam, was het al... Hij moest een beetje bewaking hebben voor de studio, natuurlijk. Oh, ja, ja. Had je toen ook al een studio? Ja, ja. Oh, ja. En dan moet ik ons stoppen voor het weekend. Oké, okay. Gaan we van de garage, hoor. Ja. Your hand. Oh,
Ja, je hoort het geluid al helemaal om je heen. Hè? Ja. Ja, je hoort het geluid al helemaal om je heen. Het lijkt wel de kerstuitzending, maar dat is het. Ja! Gezellig, hè? Wat een gezellig. Zijn we nog een beetje verstaanbaar op de radio? We zijn nog een beetje verstaanbaar. Nou, Michael krijgt altijd alles stil, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Voor mij is het allemaal stil. Oh, er gaat hier iets weg, Herman. Oh, jeetje. Oké. Ik zit op een ding. Michiel is een beetje Michiele beet of zo. Nee, ik ben niet zo digibeet, hoor. Ik heb het zelf wel eens, wat Herman ook heeft, dat alles in één keer wegvalt. Maar daar is hij. Ja, nee, goed, oké. Herman wil even een uitleg gaan geven over het feit wat wij zometeen nog even hier op dit radiostation gaan horen. Herman van Velsen, goedenavond. Welkom in Dusko, Herman. Ja, zometeen natuurlijk Michiel van den Brugge. Maar daar hebben we onze eigen tune voor. Als je op die page down, wat ik je net heb uitgelegd... Oh, moet je even drukken? Ja, ja, doe maar. Zet hem aan met het ding uit. Ja, okay. Helemaal goed. Hey. Radio Stad Den Haag. Back in time. Ja, want Radio Stad Den Haag, we hebben een compleet verleden met de radio. En we hadden ook jaarlijks een poppel. Ik weet niet of jij je nog kan herinneren. Ja, Alex, dat weet ik wel. Dat is, wie is de bekendste DJ? Wie is de bekendste of de populairste non-stopper? Dat was in 83, 84 volgens mij. Zeker weten. En het was opvallend dat, zeg maar, als de poppel uitgezonden werd, dat de DJ's een beetje nerveus werden. Hè? Ze deden extra hun best om zo goed mogelijk te presenteren. Dat klopt. En we merkten ook dat heel veel mensen in één keer naar de postbus wilden gaan om de post even te onderscheppen, ja, hè, zal ik maar zeggen. Ja, misschien wat extra kaartjes erbij. Volgens mij had Rick de sleutel daarvan, Rick Schuurmans. Ja, ja, we hebben twee postbusadressen gehad. Eén was in Den Haag en later 43433, precies. Want ik had 43185 voor mezelf. Ja, en later nog eens keer even kijken. 565 ja, zonder postcode nog in die tijd. Ik had nog zelfs een jingeltje ervan van Bart. Oké, ja. Postbus 565 in Rijswijk. Kan je nagaan. Ja. Het stukje wat je zo meteen gaat horen, dat heeft dus inderdaad te maken met de presentatie van de poppel van 1984. Ik wil trouwens nog even onderbreken, als het mag, hè. Ja. Jij hebt eigenlijk de naam, wat wij nu aan het doen zijn, het naampje Dusko, heb jij ontdekt, gemaakt. Ja, ja. Dat laten we even teruggaan in de creatief, tijd. Hè, ik kwam bij Radio Stad terecht. Ja. En ik had een programma, dat noemde ik Radio Lights. Mm-hmm. En waarom had ik dat naametje verzonnen? Dat was de radiolichtjes die in de masten zaten bij de antennes om de vliegtuigen. Ja. Even te zeggen van, joh, daar staat een mast, moet je niet tegenaan vliegen. Nee. Dus een paar jaar later wel in een gebouw, maar dat is een ander verhaal. En toen kwam jij naar mij toe. Hij zegt, zou je je programma niet Dusko noemen? Ja. En toen zag ik van, hé. Een jaar later zit je er nog steeds aan vast. Nee. Dat stukje, dat wel. Maar ik vond het wel leuk verzonnen wat jij mij vertelde. Okay. Is, ik zat tussen 10 en 12. En tussen 10 en 12 gaan de mensen opstaan een beetje. Worden wakker. En die waren tot 5 uur in de zwetende marathon geweest, bijvoorbeeld. Heerlijk. En die werden dan wakker en dan werden ze wakker in een douche. Vol met disco. Ja, precies. Nou ja, Michiel... Wat gaat hij dat weer zeggen, hè, die man? Oh, zo moe van die man. Ik hoor zo moe van die man. We gaan dus luisteren naar een stukje van de poppel uit 1984. Ja? Een samenpresentatie van Ilko Binkman, heette die, geloof ik. De leider van het programma. Samen met onze Rob Reutel. Ja. En ja, dat was een spannende samenpresentatie, mensen. Hè? Ik denk dat Rob daar heel wat tegels toe voor heeft neergeteld. Want ja, die zat toen bij Hofstad Radio. Ah. En dat mocht natuurlijk niet bij Radio Stad. Heerlijk. Nou, Giel, zet hem aan. We gaan naar luisteren. Yo. Computer set for time travel. 1984. 4:06. Op Radio Krat Den Haag. Is meneer Reutel aan de andere kant? Hallo. Zeker. Dag, goedemiddag. Binkman, hè? Was het vandaag, hè? Dat kost je 50.000 gulden, deze grap. Als jij nou tot 6 uur blijft bijhouden wat wij ongeveer aan boete oplopen, dan maken we dat vanavond bekend in Antimonopolie. Hebben jongens ook een beetje wezenlijke informatie. Dat zat niet in de deal, weet je nog, Reutel? Dat weet ik, maar dan tel ik hier de lege flessen die jij verslindt zo meteen. Oké. Okay. Kom er eerst maar eentje brengen. Zal ik een paar kaartjes doen, Bart? Of vind je dat niks? Elko, sorry. Elko. Is dat met dubbel E en C of niet? Met één met één S. Met één C. Met één S. Met één S. Marcel van Dam, hij is van Veen eigenlijk, uit de Van Everdingenstraat. Hoe zeg je dat, van Dam? Ja, weet ik veel, man. Uit Voorburg. Favoriete single, Beat of the Night, Maggie. Ken je die? Tuurlijk niet. Ja, hij hoort nog in 1956 thuis, dat is een ding dat zeker is. Nou komt dus een probleem. Of nooit meer horen Michiel van den Brugge en Mark den Hartog. Of nooit meer horen de Haagse flitsende 50 en als beste DJ Rob Reutel. Maar hij heeft het een beetje vreemd geïnterpreteerd, die jongen. Wie biedt er meer? Ik denk ik zelf. Hij krijgt van mij een 10. Wet maar dat ik hem op 10 stop dadelijk, Marcel.
Dan numero due, beste plaat van 1984. Cabaret, Ride by the Moon, staat ook in het lijstje verwerkt. Kaartjes overigens van Peter Spit uit de Merellaan in Maassluis. Meer luisteraars buiten de stad als de binnensluis. Maassluis. Maassluis. Voilà, en weg, hè. Dat ook. Kun je je voorstellen met die Benelux? Hey, komt hij weer, hoor. Hey, beste DJ's, Rob Reutel met Double R en Ron McDonald. Wat heb je daarvoor betaald? Ja, dat nog wel, man. Dan hang je me dadelijk weer op voor die boete. Beste programma's, Haagse Flits in de 50. DJ's die ik nooit meer zou willen horen. Herman van Velzen, eindelijk. Oh. En Michiel van der Brugge. Hij schrijft ook nog prettige kerstdagen en gelukkig 85. Zullen we een stop inlassen? Een stop inlassen. Een stop inlassen. Stop! Ja. Ik ga juist kijken welk nummertje. Zal ik eens even kijken. Nummer 3? Nummer 3? Nee, niet nummer 3. Hoe kom je erbij? Zijn we alleen nummer 3, jongen? Hoeveel? 55. 55. We gaan even op snor, Bart. We hebben hem al. Nummer 55. Ja. Ed van der Sluis, Sterrendijk 56, ook in Maassluis. Kaartje hebben we nog niet gehad. Hij had als favoriete single Michael Mission. Favoriete DJ's Ron McDonald, Michiel van der Brugge. Favoriete programma's Splits in de 50 en Dusko. Lage smaak die jongen. En Nooit meer horen in 85. Die vervelende stereo-ruis. Verder zijn alle programma's klasse. Gefeliciteerd. Ik denk Ed. Of wie dan? Ellie? Of... Zou je wel willen, hè? Ja. Eelco van der Sluis. Eelco van der Sluis. Tuurlijk, joh. We gaan een plaatje draaien, Bart. Dacht het wel. We pakken... Ja. 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 We pakken deze. Ja. Voor Den Haag staat radio. Zo. Kun je nog een beetje shuffelen? Je zeutel? Jazeker. Dacht Bartje. Ik al. En zo die voeten naar achteren dan, hè, Bart? It's only shuffle tails. Honey shuffle, honey shuffle, hey!
altijd van. Ali Shampoo maakten wij er altijd van, toch? Ja, zeker. Ja, zeker, dat had je er altijd over. Wat is eigenlijk een Ali Shuffle? Ali Shuffle, wat is een Ali Shuffle? Wat is een Ali Shuffle? Wie weet. Misschien werd Herman. Wat is een Ali Shuffle? Oh, Paul Thompson, maar dat is het nou. Dat is een dans. Oh. Jij even op het kratje staan te dansen dan? Of? Kan jij hem even voordoen op het kratje? Of? Ja? We hebben een kratje dan. Doe je vanavond door, met een tasje in het midden. Oh, op die manier. Oh ja, met een tasje in het midden. Ja, ja, ja. Als Erik Benjamin draait, dan gaan we met een tasje in het midden. Gaan we gewoon verder. Hermanus, weet jij wat een Ali Shuffle is? Nee. Ik denk gewoon een lekker een dansje. Shuffle is een beetje heen en weer hobbelen. Ja, maar je zou ik niet weten. Het origineel is uit 1976. Ja. Dat heeft Savino DJ Enrico toen eens een keer uitgezocht. Die heeft gezegd, die Ali Shuffle is zo verschrikkelijk oud. En dat is een heel traag plaatje, is dat. Ja, precies. En in onze tijd werd die net een beetje vlotter gemaakt. Ja. Wordt tijd voor een houseversie, Lex. Houseversie? Ja. Beetje hard. Erbij. Mensen, we gaan de reclames draaien, want dat hoort ook bij Radio Stad Den Haag. En in verband dus met Michiel, die toch altijd een beetje raar doet. Hè. Ik heet Michiel, doe altijd raar. Harry Haar. Speciaal een beetje bijzondere reclames uitgezocht. Ja, ik zie het. Carnaval Vereniging Ons Brabant. Ja, dat heeft op Stad gedraaid. Frank Heimer zwart ingesproken. En dan hebben we R&R Sun Fashion. Dat is door met Dolf Brouwers. Ja. En je hoort de van de Belgische spot. Ja, de Homeo Vita Bonuschil. Oh ja, die hoort er wel. Die Homeo Vita Bonuschil. En natuurlijk de dikke kangaroo. Hè. Dat was wat dat was. De roze olifant in kangaroo. Ik heb donderdagavond nog kangaroo gegeten. Bijzondere man. Een beetje taai, die kangaroo. En de laatste inderdaad die we nog ontbrak is Starway to Heaven. Ja. Dat was voor de mensen die uitgezakt met een pretsigaret in hun handen wilden zitten. Aan de radio luisteren. Zeker om het een beetje op zijn Lex Hardings te hebben en op zijn Herman van Velsens horizontale programmering. We zijn 11 minuten te laat. Het 40 jaar Celebration Weekend. De dikke kangaroo. De dikke kangaroo. Voorheen de roze olifant is een absolute must voor smokers, smullers en flippers. De dikke kangaroo speelt de beste videofilms en iedere zondag is het Space Dag. De dikke kangaroo. Draai er niet omheen. De dikke kangaroo is er ook voor jou. Darwekamp 65, Den Haag. De dikke kangaroo. Al jaren en dag is de mensheid op zoek naar buitenaards leven. Op zoek naar iets wat zo ver weg leek, maar zo dichtbij gevoeld werd. Lichtjaren zijn nu te geworden. Ontdek een ander melkwegstelsel. Achter de gouverneur aan. In de Kasteelstraat 115. Starway to Heaven. Een tikhuis met videogames, backgammon, voetbaltafels en gezellige zithoek. Iedere dag van 12 tot 1 uur. Starway to Heaven, the station for relaxation. You have never enjoyed yourself so much. Telefoon 63 6801 of 45 22 76. Vermageren en toch gewoon blijven eten. Homeo Vita Bonenschil, de plant die u laat vermageren. Als u te dik bent, voelt u zich niet prettig. Homeo Vita weet dat en komt met een zuiver natuurproduct dat u echt laat vermageren terwijl u gewoon kunt blijven eten. Dat wil zeggen 3 maaltijden per dag met weinig vet en suiker en bijna niets extra's tussen de maaltijden. Zo valt u in 6 weken ongeveer 5 kilo af op natuurlijke wijze. Homeo Vita Bonenschil, de plant die u laat vermageren. Verkrijgbaar bij uw apotheek, drogist en reformwinkel. De carnavalsvereniging Ons Brabant organiseert op 28 februari, 1 en 2 maart aanstaande, een groot carnavalsfestijn in de Houtrustrotonde, Houtrustweg 108 in Den Haag, met op zaterdag 28 februari de 2 Pinten. Zondagavond 1 maart, Aja de Graaf. Maandagmiddag 2 maart, kindercarnaval met onder andere Johnny Mendola. En maandagavond 2 maart, het afsluitfeest. Aan alle avonden werken mee Orkest Flame, de Boerenkapel, de Graspiepers en de Crazy Dancy Dancers. Iedere avond begint om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bureau de Posthoorn, Groenmarkt 34 of aan de zaal van de Houtrustrotonde. Vier het mee, het carnaval 1987 met de carnavalsvereniging Ons Brabant. Allemachtig, wat is het toch warm in die zon. Maar
Ik zal niet verbranden, want voordat ik op vakantie ging, ben ik naar R&R Sun Fashion geweest. De speciale voorjaarsaanbieding van R&R Sun Fashion zorgt ervoor dat u gedurende de eerste vakantiedagen niet zult verbranden. 3 keer een zonnekanon voor maar 80 gulden. R&R Sun Fashion, modern en volledig ingericht. Bel nu voor een afspraak 070 45 80 40. R&R Sun Fashion, Annapolonestraat 40, Den Haag. Hallo, hallo juffrouw. Huh? Kunt u mijn rug nog eens insmeren? Een heel weekend lang. 40 jaar, jouw radio Stad Den Haag. 972. Ja, begrijp ik. Er zit een tempo lekker in, hè? Ja, dat gaat heerlijk. Zo is die 135, 140. Ook die handclaps die erin zitten, ook lekker. Nou,
goed. Dames en heren, dit is Dusko. Je douche vol met disco. Dit tot en met ongeveer 2 uur. Wij mogen 8 minuten doorgaan. Ja, we zijn net lekker op dreef. We gaan nog wel even bonken zo, hoor. We gaan nog meer bonken. Dit was ook een aardige bonker. Ja. Ja, was ook een aardige bonker. Hè? Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Oh. Ja, natuurlijk. Was aardig bonker. Dames en heren, mag ik even een klein beetje stilte hier in de radiostudio. Dank u wel. Ach, daar is die Marcello! We hebben namelijk, dames en heren, ik weet niet of iemand nog even de camera wil bedienen. Even op F3. Dimitri, cameraman. Nummer F3. Dan hebben we daar in beeld, hebben we op F3, dat klinkt heel gek, tegenover jou, hebben wij Ingrid Elting, dames en heren. Jawel! Kent u er nog? Hallo. Ingrid, je hebt iets nieuws gemaakt. Ja. Nou, iets nieuws, het is natuurlijk wel oud. Nou ja, het is een oude track. Vertel er eens wat over. Inderdaad, ik heb een remix gemaakt voor Carrie Scan. Keep on Dancing. Binnenkort komt hij ook op Final uit, denk ik. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dit is de voorlaatste versie. Dit is de voorlaatste versie, extended versie noemen we maar. Een best wel lange versie. Dit is nog niet de definitieve versie, maar... We gaan deze gewoon even laten horen, omdat ik hem zelf wel leuk vind. Ja. Om nu even te laten horen, omdat het toch de 70's is, hè? Ja, en we moeten zijn ermee bezig. Een klein beetje schaaf, ja. Hij is hem niet helemaal dus af. Dus ik denk, dat doe ik niet vaak. Nee. En laat ik dit maar eens ten gehore brengen op Radio Stad Den Haag. Oké. Moet dat nog een beetje afgezingeld worden? Of... Nee. Mag. Ja, als je niet mag, dan doe ik wat je zelf wil. Het is nog niet definitief, maar niet te veel jingles. Ik heb gewoon eerbied voor de artiest die zegt... Ja. Ik heb een product gemaakt en ik wil niet dat het getaped wordt. Nou, dan gooi ik er even een jingeltje doorheen. Maar als die artiest zegt, nou, het is helemaal niet nodig. Nou, dan doen, we het gewoon helemaal niet. Ja, toch? Zo ja. Dank u wel. Wat voor instrument heb je gebruikt eigenlijk? Nog een beetje van allerlei synthesizers. De Matrix, Arturia, Logic, Pro X... Daar werk ik ook al 25 jaar mee sinds Plex eigenlijk in leven is gekomen. Ja, allerlei synthesizers, plugins natuurlijk. En luister maar gewoon, zou ik zeggen. Enjoy. We doen eigenlijk hetzelfde als vroeger met Ramon, hè? Die kwam met nieuwe dingen. Nou, komt met nieuwe dingen 40 jaar later. Ja, het komt binnenkort uit. Ik mag nog niet te veel noemen, maar zijn er al een aantal in the make. Yes. In the make. Nou, ik zie dat Christophe daar zo'n een poes aan het kijken is. Dat is ook wel een heel gek idee natuurlijk, maar goed. Jongens, het wordt gezellig. Zometeen als die vent hier dat zoeren op je radio. Maar eerst deze plaat van Ingrid Elting. Hier is Gary's Gang.
en heren, Gary's Gang. Je kent ze van Showtime. En deze was Keep On Dancing. Inmiddels is dag. Ron S. gaat weg. Mag even het geluid wat zachter in de studio. Sorry, die Paul Thompson van Aert heeft een stem, man. Het gaat je keelgat helemaal... Nou ja, goed. In ieder geval, Ingrid, leuk gedaan. Meisje. Dankjewel. Alsjeblieft. En nou, jouw mening mag je natuurlijk ook altijd geven. Dat is niet erg. Ja, doe dat vooral. Ja. Doe dat vooral. Dan met Ingrid gaat het dan allemaal heel goed. Als ja, je dat tegen Ingrid moet doen. Dus was even iets nieuws. Dat deden we vorige keer... vorig jaar of in de tijd dat wij Boesco deden, met Ramon. Deden met Ramon. De nieuwe generatie. Jij mag het verhaal even vertellen, Lex. Met Ramon. Nou, ja. Ramon die luisterde altijd naar Radio Stad Den Haag. Die wist waar ik werkte. En die kwam op mijn werk wel eens bandjes brengen. Omdat hij wist dat ik altijd met jou Dusko ging opnemen. En daar zaten dan nieuwe mixen bij, oude mixen. En we hebben wel eens wat dingen van hem gedraaid. Nou, het was best wel goed allemaal. En op een gegeven moment had hij volgens mij een Italo-plaat geremixed. Huppeldepup Gang. Chinese Gang. Of weet jij nog hoe die heet, Michiel, die plaat? De Chinese Gang van wat? Op BMS Records had hij een plaat geremixed. En die hebben wij toen onze eerste gedraaid in Dusko. Van Ramon. Ja, de Chinese Gang was dat. Chinese Bang. Chinese Gang Bang. Dat was hem. Had hij toen aan meegewerkt. Dat heeft Marcello in zijn event hier het ook wel eens verteld. Ja, precies. En ja, dat was dus een van. En onder andere bracht hij ook mixen naar ons die wij dan draaiden in het programma. En kwam hij naar mijn werk, stond hij te wachten tot ik naar buiten kwam. Ik werkte bij Rick Schuurmans, werkte ik. Bij het pensioenfonds. En ja, dan ging ik naar buiten aan mijn auto. En dan stond Ramon daar met een cassettebandje. En dat was echt in het prille begin. Dus die stond je echt gewoon een beetje op te wachten? Ja. En dan nam ik het bandje mee naar jou en dan draaide we dat in Dusko. Lekker, man. Ja, dat weet ik nog wel. Zo toen ging dat in die toen tijd. Zei, hoe doet het eens even flex? Dat een... Ja, toen was ik nog niet aan mijn neus geopereerd. Toen was het nou een goede plaat. En dat soort dingen. Maar ben je eraan geopereerd, Lex? Ik heb hem recht laten zetten, maar dat mocht pas vanaf mijn 16e. Maar ik scheet ervoor in mijn broek. En uiteindelijk heeft de Duitse ex mij geovertuigd. Overtuigd om het te doen. Samen met Hans van Midtown Records weer. Iedereen had dezelfde neus daar. Maar, maar ja, dat heeft niks hiermee te maken. Dat is ergens tussenin gebeurd. Kunnen wij nog twee plaatjes draaien? Of is dat... Ik heb hier de regisseur naast mij staan. Ja, onze Herman, het is een Herman. Die zorgt dat allemaal in goede banen. Nee, we gaan zo meteen gaan we trouwens nog een reclamespotje nog maar even draaien. De opening van Marcello. En Stefan? Oh, Den Herro in de studio. Nee, dat is wat anders. Ik denk dat Marcello ook wel een lekkere discobonk gaat draaien. Maar dan een Italo-discobonk. Oké. Nou, in ieder geval ken je deze nog. Herman misschien ook nog wel. Volgens mij Hij van Jane, hè? Ja. Hij van Jane. Ik heb die grijs gedraaid, die plaat. Ik ben serieus. Gaat helemaal nergens over, maar... Ken je dan toch de Meteors? Dan Liebert heeft er zelfs nog een remix van gemaakt. Luister je op Radio Stad Den Haag naar China You.
nergens over, hè? Nee. Het dierenrijk, dames en heren, hoorde je voorbij komen. In deze meteor, dat heet het Tjano, joh. Dit is Radio Stad Den Haag. Wij zijn lekker bezig om 40 jaar aan je voor te schotelen. Met oude fragmenten en dat soort dingetjes allemaal meer. Dat gaan we zo meteen doen. En dan daarna krijg je nog het nieuws met Hans Buitelaar. Die komt ook nog even voorbij. En we hebben dan natuurlijk daarna Marcello met zijn show, samen met een beetje mij. En dan kom er maar even bij, Mars. Ja, gezellig. Oh, dat mag ook daar, natuurlijk. Ja. Oh, wat? Die al starten? Oh, die al starten. Maar ik kan nog een plaat willen draaien, maar dat mag niet meer. Kan dat nog even? Ja, we gaan nog even een plaatje draaien. Of dan Marcello die plaat draaien. Dus dan wachten we even nog? Dan wachten we even nog. Ja, we gaan even wachten. Oké, okay, dan Marcello nog even tijd. Wacht nog even met de tijd. Het is weer een megatoon, hè, dit? Nee. Ja. Oké. Hey, ik herken hem. Megatone sound. Ja, dat is het. Nou, als jij hem herkent, wil ik graag weten welke het is. Is het Don't Stop of zoiets? Nee. Nee. Ik denk hoor. Ja, hij zit in mijn hoofd. Er zijn al zoveel mensen die zo graag bij Radio Stad Den Haag willen zijn. Ja. Dat dit plaatje er eigenlijk wel een klein beetje over gaat. Ik ben de titel echt even kwijt, maar ja, ik heb hem. Ik ken hem. Het is iets van Sylvester of het is een Megatone Records. Eén van de twee. Ik hou hem zo voor me. Ah. En ik weet ook wanneer hij gaat zingen, bijna. Maar ja. Nou, ik zeg in ieder geval bedankt voor het luisteren namens Lex en mijzelf. Was hartstikke leuk. We gaan vanavond nog even verder. En de rest neemt u nu weer over op de radio. Oh, ja. Nou, hier staan als laatste Sylvester. Veel plezier zometeen met Marcello en mijzelf en I. Hier is Be With You. Dat was hem. Stad Den Haag. Back in time. Maar goed, dat is ook wel leuk. Ja, we gaan nog één stukje uit het verleden. Want je loopt gigantisch uit, Michiel. Maar zo is dat altijd. Dat is door jou begonnen, lieve schat. Nee, kijk, wat we nu gaan krijgen, dat is een stukje uit de oude doos. Want je denkt dat jij altijd als enige met Marcello gepresenteerd hebt. Nee. Maar er zijn nog diverse andere presentatoren geweest. En ja. Onder andere dus Stefan de Ruiter. Ja. Heel erg graag om ook aan te halen weer. En we hebben wat dat betreft nog wel herinneringen te delen straks. En degene die ook bij mij wel aangeschoven is geweest...
Rob Reutel. Aha. Rob. Dat kunnen we ook nog even vermelden. Maar die is er gelukkig ook. Dus wie weet komt er nog een momentje. En anders is het op een ander tijdstip om die herinneringen op te halen. Precies. Nou, maar gaan... nu eerst met Stefan. We gaan dus terug naar volgens mij 1991. Je hoort Marcelo en Stefan de Ruiter. En daarna gaan we rechtstreeks door naar het nieuws met Hans Buitenlaar. Anders lopen we gigantisch uit. Computer set for time travel. Het is 6:06 geworden. Dit is een historische aflevering van de Event di Azzurro met Marcello en Stefano en Dan Arrow. Ja, Dan Arrow. Ciao, come stai? Ciao. Bene. En tu? Tutto bene. Sorry voor het Italiaans, ik ben het ook aan het leren en het lukt aardig, mag ik zeggen. Marcel, wat gaan we doen allemaal vandaag? We gaan er een zootje van maken. We hebben een hele zaak vol met mensen die allemaal voor Den Haag gekomen zijn. Maar uiteraard het programma, dat draait ook eigenlijk om deze man. Dus we hebben weliswaar de lijst in gedachten. Maar we zullen lijst nummer 16 een beetje in de steek moeten laten. Voor heel veel gave platen van Den Haag. En natuurlijk draaien we ook die nieuwste, die Ocean. En we zullen uiteraard proberen hem zelf nog het nodige te laten vertellen in de uitzending. Dus genoeg te doen, blijf luisteren of anders kom naar de Apeldoornse Laan. Kan allemaal. Event in Azzurro tot 3:00 daarna tussen 3 en 6. Peter van Leeuwen in de Haagse flitsende 50. Event in Azzurro. Van 12 tot 3 op Stad Den Haag. De beste Italo's. Event in Azzurro. Event in Azzurro. Het begon allemaal in 1982. Sinds vandaag kent Den Haag een nieuw lokaal radiostation. Stadradio Den Haag. 40 jaar later spoelen we de banden nog één keer terug. Het Celebration Weekend van Radio Stad Den Haag. Zaterdag 17 en zondag 18 september vanaf 12:00 middags. Met de DJ's van toen. Oude programmafragmenten, de jingles, de reclames en talloze anekdotes. Elke uur een andere DJ. Een heel weekend lang op Radio Stad Den Haag. De temperatuur in Zuid-Holland is 2 graden. Luisteraars, dit is het Stadradio Nieuws. Ruim 2000 Surinamers hebben hier in Den Haag gedemonstreerd bij de Surinaamse ambassade in verband met het doodschieten van hun landgenoten in Suriname. De gemoederen liepen hoog op. Er werd een pop verbrand die legerleider Boutersen moest voorstellen, terwijl het ambassadegebouw met stenen werd bekogeld. Er sneuvelden tientallen ruiten. Toen op een zeker moment de situatie zich verscherpte, verscheen de mobiele eenheid. Wegens openlijke geweldpleging is 1 Surinamer aangehouden. Een agent te paard kreeg een steen in zijn nek en moest naar een ziekenhuis worden overgebracht. Voorzitter Janki van de Stichting Democratie en Mensenrechten voor Surinamers had de demonstranten vergeefs tot kalmte gemaand en vroeg 1 minuut stilte voor de slachtoffers. Zijn oproep ging in het tumult verloren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromyko zal half januari een officieel bezoek brengen aan de West-Duitse hoofdstad Bonn. Gromyko blijft daar 2 dagen op uitnodiging van zijn West-Duitse collega Genscher. Politieke kringen in Bonn zeggen dat de onderhandelingen in Genève over kernwapens zeker ter sprake zullen komen in het overleg tussen Gromyko en de West-Duitse regering. In Turkije zijn 126 mensen gearresteerd die volgens de politie te boek staan als linkse militanten. De arrestaties gebeurden in Istanbul en in Hayta aan de zuidoostelijke grens van Turkije. In sommige gevallen werden wapens en munitie in beslag genomen. Voetbal, uitslagen Eredivisie. Groningen Go Ahead Eagles 6-0. Fortuna Sittard Ajax 1-3. Helmond Sport Haarlem 1-0. Feyenoord NAC 6-1. Utrecht Excelsior 3-2. En Roda JC NEC 1-2. Dan het weer. In de noordelijke provincies mist en in de zuidelijke provincies in de avond en nacht mogelijk regen of natte sneeuw. Morgenmiddag enkele opklaringen en aan de kust mogelijk een bui. De middagtemperaturen liggen morgen rond de 2 graden. Mistbanken met een zicht van 50 tot 200 meter komen plaatselijk voor in het noorden van het land en in Flevoland. En hierom komt voorlopig weinig verandering. Radio Stad neemt je mee naar de legendarische 97.2. Dit uur met Marcello D'Azzurro, Michiel van der Brugge.
asked you, the new robot, to give you hours dancing and playing. Robot Systematic. Mag laten werken, denk ik, Mars, dat dit toch eigenlijk een plaat is van Electric Workers en Robotics Systematic. En dan mag ik dan gaan naar Rago en Varina. Je bent wel heel erg warm. Ik ben, maar toch niet goed. Niet kloppen? Nee, heb ik het niet goed? Ah. Ik heb juist expres niet de Electric Workers gekozen, want dat is het moeilijke van zo'n weekend als dit. Ja. Dat als je een Italo-plaat wil draaien, komt die van het vinyl, is die van de computer uit het archief. Dan weet ik bijna zeker dat er heel veel mensen, en ik neem ze niet eens kwalijk natuurlijk, zullen kiezen voor de overbekende klappers, zoals bijvoorbeeld Future Brain. Ik zal allemaal staan in een flitsende. Ja, ja. Dat komt natuurlijk voorbij, dat is logisch ook. Leuk, hè? Dus dan zou je de Electric Workers inderdaad kunnen verwachten met deze Robot Is. Maar ik heb gekozen voor degene die op Il Discotto is verschenen. Blood Records was het. En dat is The Message from Future. Ah. Ik dacht, dat is een toepasselijke opener voor deze show. Ja, 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 ja. Want wij waren toen aan het pionieren, zeg maar. Ja, 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 ja. Zeker. En dat was toch wel een message for the future. Dus zodoende dacht ik van, die gaan we eventjes nemen. Dus de Blood Records nummer 2 is degene die gedraaid is met de andere versie van Robot Is Systematic. We hebben ook nog een, misschien dat we het in deze show gaan draaien, een berichtje van onze grote vriend Fabio, Ryan Paris, binnengekregen. Oh, wat lief. En die heeft jou nog, noemt hij, en Eddie, Ami. Maar moesten we heel erg nadenken over alle mensen. Every people who works. Ja, maar dat geeft toch helemaal niet. Maar dat maakt het leuk. Dat vind ik dat wel een event die dat zo hoort. Zeker. We zaten normaal tussen 12 en 3. Nu zitten we gewoon een klein uurtje. En Marcello en ik presenteerden toen altijd deze hitlijst. Ja. We hebben geen hitlijst gekozen. Nee. We hebben gewoon lekker muziek gekozen. En we hebben net wat anekdotes al gedraaid met Stefan Koot. Deed er toen een keer zo'n radioprogramma. Ja, Stefan de Ruiter heette die toen in het radiowereldje. En ik was altijd blij, want daar heb je het weer.
Wat heb je eraan als je een programma wil maken en je kunt niet een beetje leunen op degene die er echt verstand van hebben van de techniek? En met jou heb ik natuurlijk talloze uitzendingen verzorgd. Maar ook inderdaad met Stefan, maar ook met anderen. Met Koen, met Rob Reutel, met Robbie dus. Met zoveel anderen. En dat vind ik zo gaaf om te kunnen aanhalen. Want ja, Paul Metz, je noemt ze, maar ze hebben allemaal ook in de uitzending gezeten. En dat heb ik allemaal heel ongaaf gevonden. Want in mijn eentje had ik dat nooit voor elkaar kunnen krijgen. En misschien ook niet is gewild. Zo is het heel gaaf. Dat kan ook helemaal niet. Ja, dus we komen nog terug op die andere mensen uiteraard. Dat zal wel een of andere link weer geven naar een bepaalde plaat. En we weten ook dat andere artiesten ook aan het luisteren zijn in Italië, zoals Dan Harrow en Massimo Berti van Whisky. Stefano. Dus Stefano. Stefano. Dus die luisteren op dit moment ook naar de uitzending. And that's why, also in English, because I want to welcome everybody outside Holland. Because this is really a Dutch treat. This is a party in Holland for 40 years of the celebration of this radio station. But nevertheless, we can't do it without you. Because today we have the il valore, the value of existence because of you guys and girls out there. And, well, some of them are here. We have seen the Danish guys here, but also we have PTB, we have the Swedish guys, we have so many other people, and I want to mention them. I want to involve those guys also here in the broadcasting. And Kirsi is also here. Kirsi. And Kirsi. Finland. Yeah. So I want to have them included in the show because they can help me choosing the song that they would like. So first of all, we go now to Dan Harrow because he's listening. Stefano, tanti auguri per stasera anche in bocca al lupo per la serata e poi anche a Massimo Berti, ma okay, we have another song also for Massimo Whiskey Berti. Here is Dan Harrow. Thank you.
diverse Dan Harrow. Yes. De remixed version on Baby Records. En Stefano, un grosso ciao, dat doet u nou in Hollanda. De la radio. And next will be Massimo Berti with Whiskey. But I will dedicate this one also to our PTB. He selected this one for sure. Yeah. And that's why I want to play this Whiskey track from the album. So it's the album version of last summer. Okay. That's different again. So, and after this one, I will dedicate one to Kirsi. And we have still the choice of other friends here to make in the radio station. Wat vind je van deze plaat trouwens? Ja. Ik moet een beetje de Promise You Made denken van Cock Robin. Exactly. Ja, daar heb ik dat goed gezien. Yeah. Ja, oké. So this is the album version of Last Summer. Massimo, anche un grosso saluto da tutti noi a te in Italia. Grazie per ascoltarci. And I hope to see you soon. And in bocca al lupo anche a te for tonight on stage at the radio. Je luistert naar Radio Stad Den Haag. The party version of Eventi d'Azzurro. Met some memories to share. Ja. Lekkere zomer, hè, Mars, deze zomer. 40 graden gehad een dagje. Was een heerlijk klemf momentje. Ja. Yeah. Maar goed. Maybe also, Paul, can you go to the mic and just say hello something? Because this is dedicated to you. You have chosen. Hi, everyone. Hey! Come on. Go, another time. Go. You are such a big fan. You are such a big fan of the radio. And we love you. I told you we love you. So thank you for being with us. Grazie mille. Grazie mille. Yeah. So, have you special memories to Whiskey? Not really, no. Just a Club 80s. Rorid introduced me to it. Yeah. I think Whiskey's the same height as B2B. that's really good. That's really good observation. I have no idea. Okay, and the next one will be for Kirsi. I'm also very glad that you made it to come here, because from Finland to Holland, well, it's something you have to do and you like it. And is there a special... Closer to the microphone, please. Closer. Yeah. More close. Just like this.
this is my pleasure to be here. Okay, and is there a reason why you had chosen the LA Message track? Yeah, yeah, that's a reason. It gives me goosebumps. Ibrividi. Ibrividi. Oh, yeah. When we talk about in the shows, it's always Ibrividi. The goosebumps, really. That's really a goosebumps song. So, be sure this one, and everybody knows now, this is the dedication from me to you. Oh, thank you so much, Marcello. And Paul, thank you also. Grazie mille. And he is still to come. Bent hier dat Zuro hier op jouw radio Stad Den Haag. 40 jaar zijn wij bij jou. Vanaf 1982 begonnen wij met de uitzending op de 97.2. En nu gaan we allerlei dingetjes met jou doornemen. En Marcello wil ik het er ook even... Ben je er niet bij betrokken? Nee, niet bij betrokken. Ja, kom maar ook even bij, man. Het is toch even leuk om erover te praten. Is toch heel leuk? Ik ben er niet bij geweest. Dus nee. Ik dacht even van, ik ben buiten beschouwing gelaten. Nee. Oh, oké. We gaan even inderdaad zometeen naar een Erik Benjamin... die in de marathon de DJ was. En die ken je natuurlijk ook hartstikke goed. En Ger de Goede. Ja, helaas in 2012. Ja, die heb ik natuurlijk heel goed gekend. Want die was ook de DJ bij de Italo Parties in Sandokan. Dat bedoel ik. Ja. Dus die hebben we dan ook ertussen zitten. En we gaan dan even een stukje horen van Lime and Guilty. Oh. Ben je er klaar voor? Oké. Okay. Ja, en je hebt het toen niet meegemaakt, in die marathon? Nee, ik was een trouwe luisteraar, maar ik was toen niet bij het evenement. Nee, dat was wat Herman ook vertelde, dat ook een fakir zat daarbij. Ja, start de tune anders eerst even. Oh, is die tune? Dan kan je die starten. Radio Stad Den Haag. Back in time.
Die Velders zat buiten te zeggen... Beetje. We gaan in ieder geval inderdaad bij dit fragment terug naar 1983. Begin van Radio Stad Den Haag. We bestonden 1 jaar en dat gingen we vieren in de marathon met z'n allen. Maar is het ook waar die Carol Jenny niet de Carol Jenny was? Ja, nee. Dat is dat verhaal, ja. Okay. Ja, klopt. Dat kent iedereen wel. Lijm ook niet. Hè? Nee. Maar goed. Iedereen kent dat verhaal inderdaad inmiddels. Wat de meeste mensen nog niet weten, er waren ook andere acts in de marathon. Onder andere een vakier. Ja. Jij vroeg nog aan hem, ben ik vakier? Bent u vakier? Ja, ik kom regelmatig een drankje doen, zegt hij tegen me. Ja, precies. Nee, maar die vakiermars die ging gewoon echt met alles gewoon, gewoon echt erin. En aan de bar zaten dan van die opgepimpte dames natuurlijk. Die had je in die marathon, hè, met alles het haar. Ja. Helemaal vol, vol met, hoe heet het, André? Nou ja, goed, maar... Haarlak. En die zaten daar en die begonnen dus inderdaad erin te steken. En hij zag in één keer, poenk, 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 die gingen allemaal omvallen. Ja, die werden er niet goed van. Maar ja, dat stukje hebben we niet. Maar wat we wel hebben, en dat is de opening van Erik Benjamin, die overigens vanavond op het feest staat. Geweldig, hè? Dus je hoort de opening van Erik Benjamin in de marathon op... Volgens mij ergens juni 1983. Oh. En aansluitend hoor je Ger de Goede, Ger van der Brink... De eerste plaat aankondigen en dat is eentje van mij. Leuk. Leuk toch? Computer set for time travel. Het is 8:00 op zondagavond 29 mei 1983. Een avond die in het teken staat van het 1-jarig bestaan van Radio Stad Den Haag op de 97,2 MHz hier in Den Haag. En uiteraard het beste station van heel Zuid-Holland, zou ik eigenlijk willen zeggen. Uiteraard houden ze in de marathon een groot feest, want soort zoek soort, de beste bij de beste. Het programma begint officieel nu en ik wil dan ook graag het woord overgeven aan een van de mensen die het gezicht misschien wel bepaalt van Radio Stad, Ger de Goede. Oké, Erik, hartelijk bedankt. Allemaal fans van Stad hier. En ik had het nooit gedacht dat het zo snel druk zou zijn vanavond. En het wordt nog veel drukker, dat kan ik je alvast vertellen. Een hele speciale avond vanavond. Geen avond die aan elkaar gemixt gaat worden, maar een hele gepresenteerde avond. Ook een avond met een heleboel verrassingen voor je. Is dan ook belangrijk dat je erbij blijft. Want we moeten dit vieren met z'n allen. 1 jaar bestaan van Radio Stad. Wij, het hele team van Radio Stad, wensen jullie een hele plezierige avond toe. We hopen dat er lekker gedanst wordt en dat iedereen gaat genieten van hetgeen er gebeurt. En we gaan er eerst maar even lekker tegenaan. We gaan proberen de stemming er een beetje in te krijgen. Maar... dat doen we met wat bekende muziek, bekende klanken van hier, maar ook bekende klanken van de radio. Dit is Lime and Guilty. We'll be right back.
Dit moment gewoon weer naar Radio Stad en Haag luistert. En dat ook leuk vindt om naar te luisteren. Ja, toch? Gaaf, ja. Ik moet ook even mijn neef Mark de groeten doen. Ja. Want die leeft ook altijd mee met alles wat er op Italo-gebied gebeurt. En ook trouwens de disco, de dance van het hele station van Radio Stad Den Haag. Maar het is zo gaaf dat je weet dat mensen het inderdaad waarderen. En we halen maar een paar mensen tevoorschijn. Maar toch, het is elke keer het gevoel van we doen het voor heel veel mensen die het gaaf vinden dat we nog steeds bestaan. Dus 40 jaar Radio Stad Den Haag, daar luister je nu naar. Eventi dat Zorro vanaf 1986, dus dat is best wel ook erg lang. En nog steeds met heel veel plezier naar de radio luisterend. Nou begin 86 of was het? Vrijwel. Ik had de lijst al eerder natuurlijk in 1984 gemaakt. Ja, de MB Dance Charts. Daar zat heel veel Italo in, maar ik ben gespecialiseerd in Italo aan het eind 85. In januari 86 kwam de eerste lijst. Dat was meteen een bomba. En de aanwezige Ronald McDonald. Ja. Ron McDonald. Ja. Die zei in de flitsende van toen. Die heb ik ook nog bewaard, die uitzending. Maar die moeten we nog even opduikelen. Die is er wel. Ja. Van ja, Eventje dat Zoer. Het is een hele populaire lijst. En toen is die vrijwel direct op Radio Stad gekomen. Dus ik denk dat de eerste in maart, of eind februari maart. Het is dus ook weer door meneer McDonald gekomen dat Eventi op Radio Stad terecht is gekomen. Dat was in een interviewtje aan de telefoon, dat hij dat meldde in de uitzending met iemand. En aan Rob Reutel, aan Robbie heb ik natuurlijk te danken dat ik uitgenodigd ben om een onderdeel te worden van het station met Dusko met jou. En dat op de zaterdag werd uitgezonden. Ja, Dusko werd inderdaad een beetje, dat werd weg, ging weg. Is er met 12-2 gegaan? Ja, opgenomen. 12-2 gefuseerd. Ja, gefuseerd, zeg maar. Ja, niet bijna gefuseerd. Het werd een 12-2-event. Maar ja, die lijst die wilden we toen helemaal gaan draaien. Toen is het 12-3 geworden. Ja, we hebben toen echt onze populariteit gehad in 86 en in 87. Daar ben ik nog steeds heel erg trots op. En dat is ook de reden geeft waarom we er nog steeds zijn. He, als het... Als je iets doet wat niet aanslaat, dan sterft het een stille dood. Dus bij deze denk ik dat we met trots kunnen zeggen dat we er nog steeds zijn. En dat het station echt wel in populariteit aan het stijgen is. Nog steeds. We hebben ongelooflijk veel luisteraars. Ja. En nogmaals, daar ben ik erg dankbaar voor. Ik had nog een leuk eventetje voor je, deze. Kijk dan wel. Komt-ie, als het goed is. Wacht even, ja. Komt-ie? Hij wil niet. Hij wil niet. Zullen we eerst Christopher vragen? Ja, maar Christopher. Wat? Oké. Okay. Christopher. Oh ja, kom maar. Zaterdagmiddag van 12 tot 3 luisteren alle Italo-disco-fans naar Radio Stad Den Haag. De zaterdagmiddagmarathon met 3 uur lang Italo-disco in Eventi d'Azzurro. Met Michiel van der Brugge en Marcello. Yeah, and usually we start with the song, but now, of course, I want to introduce to you, if you haven't seen him already in Rimini, in this wonderful white shiny suit, Christopher from Sweden. Yeah, thank you, Marcello. Yeah, I'm very happy that you're here with a mate of you. But does he also like the Italo disco songs? He likes me when I play it, and he's a fan of Space Scene. Oh, okay, well, that's okay, very fine. Tonight you will see Michiel van der Kuij for sure, regarding Space Synth. You have chosen the Silvio Pozzoli song for selecting for this show. Usually you say, I will choose for Cross My Heart. Yeah, that's my favorite. It's really a beautiful one. It's in my top 10 this year. Oh, okay. So, yeah, well, the top voting will be shortly also here in the station to vote for the top 100 of all times. But I had in my bag already from you to me, which I think is appropriate for somebody who's working at the radio, from you to me, but also vice versa, from me to you. So thank you. I want to thank you for your friendship. Is there anything that you want to say in the mic as a dedication to other people that are listening at the moment or whatever? Well, this is a song dedicated to me, I guess, but it's of course also dedicated to all the listeners. So this is from me to you. Okay, let's go. This is something beautiful, and for a fact, we know that Silvio Pozzoli is also listening to the show at the moment. So, grazie Silvio, sei veramente un amico di cuore. E questa canzone è grande. From you to me, here he is, Silvio Pozzoli. Ah.
is Silver Patoli and you're listening to Radio Stad Den Haag. Radio Stad! Silver Pozzoli, the year 86. We have a lot of records chosen from 86 because that was the beginning of Eventi d'Azzurro charts.
on this radio. Leuk dat je luistert, gaaf dat je er bent. En ik ben er eigenlijk nog ook helemaal niet eens toegekomen aan het noemen van mijn zus. Want mijn zus is eigenlijk ook best wel een fan. Maar ja, die blijft altijd erg op de achtergrond. Ja, die is echt wel Italië gek. Okay. En ook bevriend met ook, diverse Italianen. Ook bevriend met de Sjek, hè? Ja, dus, ook. Een pufje erbij, dat kan wel, inderdaad. Maar het is bij deze ook rechtstreeks dat ik haar niet ben vergeten. Dus we blijven lekker bezig zo met de radioshow. Het is onwijs gezellig druk hier in de studio. En straks kan je nog luisteren uiteraard naar een gave flitsende. Er komt een hoop historie voorbij. Ja, zometeen eerst Edward Nijdam. Ja, eerst komt hij nog voorbij. Ja, dat komt een uurtje lang. Ja. En daarna is natuurlijk tussen 4 en 6 het sublieme einde van dit radiofeuilleton op de zaterdag. Ja. Met Ron McDonald en Peter van Leeuwen. Ja. We kennen hem ook als Koen Bom. Hart voor Den Haag. Very famous. Maar we hebben vanavond nog wel een feestje te vieren natuurlijk ook in de Winston. Het is wel vol, maar wij gaan er wel verslag van doen. En dan morgen is er ook nog een lekkere radiodag. Zeker. Met feestelijkheden. Een gave zender uit live. En maandag weer een eventy. Nou, en dan hoor je weer meer Italo. Ach jeetje. Nog meer. Nog meer. Dit is het met de Bono. Bezig met allerlei telefonische prikkelen. Je weet hoe dat tegenwoordig werkt, hè? Dat hadden we eigenlijk vroeger ook niet.
telefoon. Nee, dat deed. Nou, het was ook een beetje gevaarlijk. En soms hadden we ook de show opgenomen. Nee, maar we hebben het over telefoons. Dat hadden we vroeger eigenlijk. Ja, maar ik ook dat je bedoelde dat rechtstreeks een uitzending. Ja, dit is in contact met de artiesten, met de fans. Ja, omdat ze luisteren naar de radio. Dus, maar dat is anders geweest, want we toen niet konden. Ik weet dat Mike en Rob de eerste waren die met zo'n bakkeliter dingen naast de auto zaten. Met zo'n hele zware telefoon. De accu was zwaarder dan de telefoon zelf. Ja, zoiets wel. Maar goed, Marcia, ik heb het even niet met je doorgenomen. Nu, we gaan even weer een stukje historie naar boven halen. Dat geeft toch niet. Dat is toch leuk? En Herman gaat wat over vertellen. Nou, Herman gaat er zeker wat over vertellen. Kom maar, Herman. Radio Stad Den Haag. Back in time. Nou, zometeen krijg je als eerst eigenlijk de reclames van Radio Stad Den Haag. Hè. Heel belangrijk geweest destijds. Het waren de inkomsten. Daardoor konden we natuurlijk maar door en door en doorgaan. Ja. Er zitten zeer opmerkelijke spots bij. Zoals het hoort in jouw programma. ASD voor de Best Sound in Car. Max 25 heb ik zien staan. Welke nog meer, Giel? Ik kan ze even nu niet meer zien, maar maakt ook niet uit. Nou, maakt niet uit. Volgende keer zal ik hem in braille aanleveren. Dat, Nou ja, hij is nu over naar een ander scherm. Nee, hoor, moet ik dan op het huisje drukken? Ja, op het huisje. Hier? Nee, okay, en daarna, omdat dat de volgende DJ is... Prettig gestoord. Die zo meteen begint om 3:00. Dat is namelijk Edward Nijdam. En Edward Nijdam die heeft rond 1984 programma's gemaakt op Radio Stad Den Haag. Ja. En hij kondigt daar een plaat aan waar ik samen met Edward bijzonder leuke herinneringen aan heb. Dat is You Think You're a Man. Dat is het stukje verleden van Radio Stad. Nou. En daarna komen jullie misschien nog wel even terug. Ja, tuurlijk. Toch? Ja, zeker. Nou, gooi om. Computer set for time travel. 1984. Videotheek Leo. Voor Beta, Max en VHS. Topkwaliteit voor video. En de service is het best. Geopend 7 dagen in de week. Elke dag van het jaar. Van 12 tot 9 uur. Videotheek Leo. Is wel de beste, maar niet duur. Videotheek Leo. Zeg, is Max al lang gek? Nou, nog niet zo gek lang. Dat is lang niet gek. Mad Max is de enige lachende verkoper in de hele Weimarstraat. Ja, maar er wordt verteld dat Max het alleen maar voor zijn moeder doet. Nou, dan rust er een zware taak op Max zijn betrekkelijk jeugdige schouders. Trouwens, als de klanten gebak meebrengen, zet Max koffie. Max 25 voor nieuwe kleding tot maximaal 25 gulden. Restant- en monsterpartijen, spijkergoed, broeken en truien. Weimarstraat 150. Gekke Max. Prettig gestoord. Wat een vies geluid, zeg. Maar ja, dat heb je nou eenmaal in de auto. Wel, nee. Het geluid in auto's, dat is een vak apart. ASD is specialist in autoradio's, speakers en alles wat ertussen kan. Verkoop en voordelig inbouwen van topmerken zoals Kenwood, Pioneer, Clarion, Panasonic en Grundig Auto Hi-Fi en leverancier van Mach alarminstallaties. Meer dan 60 radio's en cassettespelers staan speelklaar in de overzichtelijke showroom. ASD, autoradio speciaaldienst, Stationsweg 2 Den Haag, telefoon 80 82 88. ASD, for the best sound in car hi-fi. Je kijkt je ogen uit bij het Video Palace. Zoveel keuze uit VHS videofilms. Meer dan 2000 titels, waaronder altijd de nieuwste. Het Video Palace heeft uitsluitend legale films van sublieme kwaliteit. Uit het assortiment van Warner, EVC, Esselte, Embassy, Polygoon en Walt Disney. En duur? Wel nee! Bij het Video Palace huur je al een band voor 3 dagen vanaf 5 gulden. Kom eens kijken aan de Copernicuslaan 47 om de hoek van de Fahrenheitstraat. Ze zijn maandag tot en met vrijdag geopend van 12 tot 8 uur. Het Video Palace. Voordat je daar uitgekeken bent... In de maand maart betekent 5 banden huren dat u de 6e er gratis bij krijgt. Eindelijk is het er! Het snelste blad van de Randstad! Beatbox! Een must voor Radiostadluisteraars! Wordt het dan nu uiteindelijk eens tijd om lid te worden van de Radio Stad Den Haag fanclub? Het kost maar een tientje. Je steunt Radio Stad en je krijgt ook nog eens de Stadvoordeelpas. En natuurlijk... Beatbox! Je luistert Stad, dus Beatbox mag je niet missen. Bel dus nu 466-570, 466-570. Word lid en lees ook het snelste blad van de Randstad. Beatbox!
Dat was hem. Ik dacht dat die plaat van dingen dan dacht. Nee, komt dat niet? Nou, Mars, kom er maar in. Kom er maar in. Daar gaan wij het weer overnemen. Ja. Wat gaaf. En ik moet zeggen, ik heb met Herman ook wat andere tapes nog uitgewisseld. En ik heb er nog veel meer. Maar het gaaf is dat die uitzendingen van toen inderdaad die reclameblokken bevatten. Die iedereen nog kan herinneren. Dat wordt vaak ook bij Herman. Hè? Als je het nog niet gedaan hebt, dan moet je zeker op dinsdagavond naar Radio Stad Den Haag luisteren. Want dan heeft Herman zijn plaatje en zijn praatje maar ook de gas in zand. Maar okay. Daar zitten die reclames zo vaak in. Het wordt zo gewaardeerd dat die nog bewaard zijn. Nou, de tapes die ik aan Herman heb gegeven en die er ongetwijfeld ook nog aankomen, daar zitten die reclameblokken ook nog in. En ik waardeer dat ten zeerste. Dus Herman, we hebben een stukje historie en jij het meeste, maar we gaan nog even door met verzamelen. Oké, hartstikke mooi. Ja, ja. Zometeen, ik kondig hem al aan, krijgen we niemand minder dan Edward Nijdel. Maar ook niet meer. en we hebben een stukje gevonden dus uit de oude doos van jou. Je kondigt Youth Think You're a Man. Oh jee, krijg ik nu de schaam over tot mijn kaken waarschijnlijk? Nee, absoluut. Het is professioneel. Vroeger klonk je al professioneel. Ja, nou, vroeger wel, maar ik ben benieuwd hoe het duur is na 30 jaar. Water Level 42, bijna de favoriete plaat van Edward Nijdam, die in Studio 2 hier zit. En het is verschrikkelijk druk, dus ik heb een beetje moeite om het programma te volgen, hoor. Zullen we nog wat kaartjes voorlezen, Nico? Tuurlijk. Dat is mooi. Sonja Smit heb ik hier een kaartje van. Favoriete plaat van het jaar, Careless Whisperer van George Michael. En dat vonden we duidelijk meer de mensen van Radio Stad. Want die staat ook nog in de lijst en die komen we aan het einde van deze 2 uur ongeveer tegen. Beste DJ's, Ron McDonald en Hans Buitelaar. Beste programma de zaterdag tussen 11 en 1. Dat is Hans Buitelaar dus. Slechtste DJ in het programma, ik vind daar geen 1 echt slecht. Dank u wel voor het compliment. Zullen we nog een kaartje trekken, Nico? Voor de prijs, bedoel ik. Zeg jij maar stop. Stop. Oké, laten we maar even kijken wat Herman te zeggen heeft. 14. Kaart nummer 14. Bingo. Zoeken. We zijn aan het zoeken. We zijn druk bezig. Heeft iemand bingo? Nee. We doen hier gelijk mee aan de bingo. 53. Even kijken. A. Visser. Dus ik weet niet of die Ad heet. A. Visser in de Emmastraat. Die heeft dus een prijs gewonnen. Nico, wat is het? Wat hij gewonnen heeft? Glitzende 50-bandje, een sweatshirt. Of... wat heeft hij voor de rest opgeschreven? Het is echt geen doorgestoken kaart. Ik pak hem hier zo uit. Beste DJ, Edward Nijdam. En Herman van Velzen. Beste plaat, Dan Harrow en het Taste of Love. Nee. En beste programma is Quartet en Nooit Meer Horen. Ron McDonald, hoe is dat allemaal, jongens? Ik geloof je niet meer, Edward. Kan niet waar zijn. Zo dadelijk kaartjes van jou, Nico. Ik zal er een paar proberen uit te zoeken. Goed, voor meneer Visser dus een flitsende 50 cassette of een sweater of een platenbon. Je wordt daar nog over gebeld deze week. Hier is Divine. Turn around, stand up like a man and look me in the eye. Turn around, take one final look at what you've left behind. Then walk away from the greatest lover you have ever known. Yes, walk away. You're telling me that you can make it on your own. Giant step for you and all mankind. Then don't come back. I always gave you so much more than you deserved. No, don't come back. 'Cause no one makes a fool of me. You've got a nerve to walk away. Mark the words I'm gonna say. Mister, you just made a big mistake. You think you're a man, but you're only a boy. You think you're a man, you are only a toy. You think you're a man, but you just couldn't. Hoorde Edward Nijdam met You Think You're a Man, but you're only a boy hier op deze film. Ja, ook graag voor heiden. Heel veel Italo-liefhebbers houden ook van dit soort platen. Ja, dus goede keuze. Zeker. Ja, ik vind het echt heel gezellig. Zo van nagedacht. Ja, bovendien, weet je, het is een party-uitzending.
daarom, dus alles mag. En dat komt over, dat weet ik zeker dat het overkomt. Ook bij, bij de koffieleuten in Den Haag. Ik mag geen reclame maken, maar dat doen we even dan bij deze wel. Bij Eddy Krijscher en bij Robert Koetsier in de winkel. Daar luisteren ze nu ook live. Aha. Hij zegt, ik sta gewoon met de klanten gewoon te shaken en te dansen. Ja, ja. Ja. Dus de volgende, ik zal niet al te lang kletsen. Of moeten jullie nog iets uitwisselen, verplicht? Oké, want dan ben ik heel brutaal anders. Maar in ieder geval, dat komt. Ik denk dat ik een programmaatje van een kwartiertje overhoud dan. Nou, ik begon ook later, Edward. Don't worry. Dus, ik zet één plaat op en dan ben ik klaar. Oké, dan gaan we naar deze. En die draai ik dan speciaal voor mijn energy boy, Eddy Krijscher. En voor zijn hele familie. En ook voor de herinneringen die anderen hebben. Danny hoort er eigenlijk ook bij als energy boy natuurlijk. Maar we hebben zoveel lol gehad met de uitzendingen in Nederland. Bij de radio. Maar ook in Italië natuurlijk met de artiesten, met de avonturen. Met het opnemen van de energy boys platen. Met Alef. Met zoveel anderen. Dat dit, ja, dit is onderdeel van onze zomerse historie. Want we konden toch nooit een programma maken zonder Mark McDean met de Italian Girl. Wat dacht je dan? Dus het FDT record label droeg deze. En we hebben er straks nog eentje, dat is de allerlaatste. Daarom moest ik dat even vragen, want die is voor Gwen. Er is nog één plaat, die is voor Gwen vandaag. Dus, en die had ze uitgekozen. Dus ja, dan kan je, Gwen kunnen we niet overslaan, vind je niet? Mama Radio, dat kan niet eigenlijk. Nee, maar weet je, wij moeten natuurlijk nog opbouwen, ook bij de Sir Winston. Daar moeten we nog opbouwen. Hè, Herman? Nou, ja. Dan doen we bij deze ook een single versie. Maar dit is dan echt een Italian girl. Juist, en daarom ook heel populair bij ons altijd geweest. Zeker. Nou, de laatste plaat. Ik wil inderdaad wel even haast maken om plaats te maken voor anderen. Ja. Leuk dat je hebt geluisterd naar dit uurtje ook. Maar blijf vooral hangen, want het is gewoon een hele gave feestelijke uitzending. Voor iedereen die iets met Radio Stad Den Haag te maken heeft gehad. Als luisteraar, als programmamaker. Dus er is nog zoveel te doen ook. De laatste plaat. En trouwens, Mike de Most is binnengekomen. Hoorde ik ook. Die Mike de Most is binnen. Die ga ik nog wel even gedacht zeggen. Ja. Uiteraard, wat dacht je dan ook? Heb je hem al gedacht gezegd? Tegen Mike? Wie? De Mos. Mike de Mos, is die aanwezig? Ja. Nou ja, zeg. Nou, die gaan we met de vijand alleen. Ja, die gaan we dan even ook extra gedacht zeggen. Maar nogmaals, Michiel, jij ook bedankt voor alle jaren dat wij samen hebben gewerkt. Natuurlijk ook. En dat heb ik niet bij deze zo specifiek gezegd, maar dat zeg ik ook bij deze nog graag nog eventjes. En Kata, Fire in the Night, een van de mysterieuze Italo-platen, is wel, denk ik, de moeite waard om toch te draaien. En aangevraagd toch, gesuggereerd
door Gwen de Bats, onze Mama Radio. Ik vond dat een erg inkopper, Mama Radio. Dus ik denk, die zal een ander wel gebruiken in de show. Dus bij deze, niet zo vaak misschien in andere programma's te horen, maar Jelp bij Eventi dat Zorro. Mijn naam is Marcello, heel graag gedaan. Ook heel veel plezier met anderen, met Edward als eerste. En uiteraard ook alla prossima volta. Fire Night!